www.radiostartdenhaag.com. Radio Start presents The Last Sunday of the Year, the 30th of December, live on the internet, the 14th edition of the Radio Start Den Haag Top 100 of all time. Help us to make it the best chart ever. Send in your 10 all-time favorite Italo and high-energy dance tracks from the 80s till now. Go to our website, click the link, and fill in the form. Italo Disco and high energy from the 80s. Are you ready? The best chart ever. The Radio Stop Den Haag Top 100. Vote now. Sunday, the 30th of December. Live on your favorite radio station. Live. Kickoff is at 12 noon CET till late at night. Radio Stop Den Haag. It all started. Please stand by. Attempting to establish connection. Connection established. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old school dance hits. Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stop Den Haag. Every Sunday, live on the internet. Live on www.radiostartdenhaag.com. Welcome to the Sunday Evening Live Request Show. Italo disco and high energy from the 80s. Here are Menno, Gwen, and Michael for 3 hours of radio power. Live on the internet, only on your Radio Stop Den Haag, where it all started. Fire.
gelijk met die handen, hè? Naar die gelijk met die handen naar die schuif. Ja. Je moet gelijk naar die schuif vanaf. Ja. Hier kloppen. Hier kloppen. Ja, applaus. Applaus. Oké, okay, dus dit was een uur lang Sergio Bobo. Ja. Sergio Vamos. Oké. Okay. DJ Fatass. Whatever you want. Ja, zo vet is hij niet meer. Willy Wollebrand noemen we hem ook wel tegenwoordig. Maar hij is niet zo vet meer. Vroeger was hij heel erg... vroeger was hij wel vet. Toen hij in de La Comunita zat, dan ging hij natuurlijk in de horeca. Nou, het is mij nooit opgevallen. Ik zie geen verschil. Nee, dat komt ook. Maar goed, laat maar zien. Als de zaken een beetje langzaam gaan in zo'n vreetent, dan heb je nogal de neiging om de inventaris op te eten. Dus als die zich verveelt, dan gaat hij proeven. Ja, hij heeft vanmiddag ook weer een lunch gehad, zei hij. Hij zei, eigenlijk had ik wat restjes voor je mee moeten nemen. Ja. Voor de dingen van spinkrap. En ik zeg, oh. Maar goed. Maar je hebt zijn vrouw gezien, dus we snappen waarom die afvalt. Ja, maar je hoorde echt alleen maar klassiekers. En we willen er gelijk op inhaken, want we weten dat het moeilijk is, die top 100... Maar onthoud deze echte klassiekers. He, de Max Himmen, Silverpot Solis, Paul Charades, Joe Yellows. You name it. Die zaten allemaal in die mix. En zo moeilijk kan het niet zijn. Je kan je top 10 vullen met bullshit en onzin. Maar waarom zou je? Die top 100 is bedoeld voor het allerbeste ooit gemaakt. Dus kom op, guys. Vul in die lijstjes. En daar wachten jouw hele mooie prijzen. Oh ja? Als je hem invult. Ja. En wat sponsors hebben we niet, hoor. Jawel. We hebben er zat. We hebben er zat. Oh, staat er eentje achter die ook misschien? Of weet ik? Daar gaat het toch niet om? Weet ik niet. Nee. We hebben hele mooie prijzen. We hebben onwijs mooie prijzen. En hoeveel weten we nog niet eens. Nee, want het komt iedere keer dichterbij. Krijgen we er nog meer. Oh. Oké, ladies and gentlemen. Welcome to the show. So you enjoyed Serge Bobo's mix. Full of classics. And like we said, how hard is it to fill in your top 10? Just listen to this mix again. And then you get enough inspiration. Only classics. It's Sergio Bamos. Ja, van alles Bobo. Sergio Bamos, hè? Bobo ook, hè? Bobo? Nee, dat is het niet. Ja, maakt niet uit. Ze noemt zich gewoon op Facebook. We trappen af met iets lekkers voor Rien. Wie dan? Robert Camero. Oh! 79, Stad Den Haag. There's no way to make you feel like me. Now it's love that decides, should you walk away? I could say that it must be a sign. Hi everybody, here's Robert Camero speaking. I just love to wish all of you a merry, merry Christmas. And I love to listen to Radio Stad Den Haag.
betere showplatten van deze Robert Camaro, zoals die man mogen heten. Ja, en die nieuwe. En die nieuwe, ja. Ja, die vind ik ook heerlijk. Ja, die nieuwe is ook lekker. Vind ik echt een gaaf plaat. Oh, ja, ik vind sowieso een gave fan. Ja, het is een gave fan. Nou, is het ook. Hij was hier aan de Heineken. Weet je dat nog? Ja, een jaar geleden was het geleden op een haar na. Ja, wat, een jaar ongeveer. Een intelligente man ook. Ja, ja. Ja, hij zit ook in de business. En meertalig, hè, is hij ook. Ja, ook dan. Maar hij zit ook in de business. Hij zit ook een beetje in de... Weet ik dat, wat voor business? Hoerderij? Ja, in de business. Jij begint nou een keer voor het Tino. Ja, maar dit... Ja, hier, ik bedoel, als je het over een bent, het man hebt en hij zit in de business. Ik in bedoel, de business, ja, dat business. Is wel heel ruim. Zit hij in de olie? Ja, dat weet je niet. Ik weet het ook niet. Volgens mij zit hij meer ICT. Volgens mij zit hij daar meer in. Quentin die gaat dadelijk, hij was een male stripper in een go-go bar voor hem draaien. Ja, die gave plaat is dat. Die, ja. die wilde losse dollars in die string proppen, hoor. Aha. Nou, we hebben Sergi, die loopt hier nog even zijn spullen op te ruimen. Wat hebben we nog meer vanavond? What's more this evening? The latest TQ, that is of course Nadine Le Guin. And she's not working together anymore with Ian Le Guin. So it's totally different. I don't know. Tell me why. Doesn't matter. Then we will play the new Amaya. I never said this before. Then we have a fresh new track made by Cis Nepal. Leuk. En Jonathan Joosten gaat jou ook wat sturen. Oh, leuk. De Space Synth this week is Helium, The Force Awakens. Die nieuwe Blanco in Negro. Ja, nieuw, now available. Stiekem van de Kuip. Ja, precies, Michiel van de Kuip. En we gaan jou motiveren Verzoek. Voor de top 100. Ook dat. Dit is ook zo'n klassieker. Ja, is meer een top 1000 plaat. Ja. Ah, ja, maar dit mag toch niet ontbreken ook, eigenlijk. Niet. Waarom weet ik niet. Ik ook niet. Maar gewoon omdat het zo lekker is. Als je op keihard zet, man. Wat de Josias misschien burgemeester van Den Haag geweest is. Ik heb geen flauw idee. Kan het daar nog komen? Geen idee. Dat weet je niet. Ik denk een jaartje of 1983 spreken wij. Ja, dan denk ik dat je best wel eens goed kan zitten. Ja, er zijn heel veel platen die maar een bepaalde tijd doen denken. Ja. Met het Hobbemaplein en dit de stad. Dit is ook al van Metropolie. Ja. Nou, van Lilde Heijen, hè? Nou, van kracht hij de hele plaat hier. Nee, maakt niet uit. Wel nee. Oh,
Corrie Konings? Nee. Volgens mij spreken we het... Ik denk niet dat dat de juiste uitspraak is. Josias. Dat kan ook. Josias. Whatever. What a brilliant track. Still, it remains. So why not put it in your top 100? En mag ik even zeggen, ik hoor van die heerlijke geluiden. Ja. Die Loosna die komt binnen en die heeft alle ingrediënten dat voor een feestje bij. Dat is ook al voor de top 100. Ja, dat is zijn donatie. Dit is zijn donatie voor de top 100. Dat ga je niet van tevoren nog opzuipen, jij. Want ik zie je er nog vooraan ook. We moeten wel. Ja, voor hetzelfde geld is het niet helemaal lekker. Nee, nou, ik zat trouwens gisteravond even te kijken naar dat programma. Dat heette Linda de Mol. Die ging terug naar 1971. Oh, en toen zag ze er heel anders uit. Zat iedereen aan de sherry. Ja, gelijk aan de schudding. Dag 1971. 70, zeg ik. Ik moest mijn moeder ervan afslaan. Die begon om 12 uur 's middags al. Oh, daar ben je niet van een vreemde. Nee, maar dat was heel deftig. Dan ging ze bij vriendinnen ging ze borrelen. Nou, dat was om 12 uur 's middags. Nou, lekker meid. Lekker borrelen met vrouwen en vriendinnen. Ja, gezellig, hoor. Zo ging dat. Wauw. Ja, wat wou ik zeggen? Jonathan die heeft ook wat... Jonathan heeft het jou gestuurd. Nou, gaan we zo meteen even dus daar komt wat aan. En how nice to see many, many of you in the chat. And thank you so much... for all your good comments on the mix of Serge. And he loves it. I told him what you all said. And tomorrow, the playlist, he will put it on Facebook. So, let you know. And the mix is also downloadable on our website. Daar zit nu een hele groene man aan te werken. Ja, Ewald, hè. Hele groene man, kanjer. We hebben de betere helft van Ewald hebben we in de studio. Nou, dat is niet zo zeggen. Het is alleen omdat het een vrouwelijke helft is. Precies, daarvoor zie je het beter. Daarom is het al Maar of het nou echt beter is, dat weten we natuurlijk niet. En we hebben ook hoe vrouwen al kunnen zijn. Veel, veel verzoekjes binnengekregen. En Andy, nee, ik zie hem nog niet van jou. I see requests coming in from Gunnar, Vlado, Knipperbol, Sinisha, Dario, Condor, Bart. En nog een keer Sinisha, so that is very nice. Thank you so much. En in de chat, at the moment, 26 guys and dolls. André, Vitas is grote sponsor voor de top 100. Krijgen we harde schijven? Ja, nou, die hebben we nog, hè, van voor Ben. Maar dan krijgen we nog meer. Maar we hebben een hele mooie hoofdprijs van André. Ja, maar dat gaan we jullie allemaal laten weten. Oh, nu niet? Nee, nog niet. Nee, dat gaan ze jou stemmen, want je moet er even vertellen. Ja, maar dat ga ik op Facebook gooien. Oh, ik doneer ook nog. En nog? Weet je wel, weet je niet. Weet je niet. Andy zit in de chat. Leuk dat je erbij bent, uiteraard. Bart, Condor, Corny zit erbij. Danny, Jo, Dimitri, Atlanta. En Dr. Red, Chris Bear is there. Hans, JDJ, dat is natuurlijk Jos. En die gaat de zondag voor kerst mijn plaats innemen. Onwijs bedankt daarvoor, Jos. Jonathan zit erin, José Galantes, Knipperbol, Mr. Italo, Mr. Willem. Kom hard vast. Patrick Kempfers, Peter Zeeuw, Richard van der Hoeven, Robert van der Meulen, Rotterdammer, Sinisha en Vlado. Wow. Mooi, big hand voor jezelf. Even nog dit, hè. Jij zegt leuk dat Jos het overneemt, maar ik hou mijn hart vast dan hier, hoor. Ja, Ik word oversteld met Duitse tyfus. Dat is weer echt waar. Ik ga echt helemaal. Ik krijg zo'n smal snorretje hier om mijn bovenlip. Nee, Jos, daar echt heb ik al met hem afgesproken. Hoewel, dat weet hij helemaal niet, maar bij deze. Jos gaat zorgen voor de nodige yin-yang. Ja, precies. We hebben de balans dan. Hij gaat de balans voor het hele jaar recht trekken. Want je zit dan voor de top 100 en ben je gebeten. Als die lijst de Duitse kant op gaat. Dit willen we niet hebben. Nee. Jos, jij zorgt ervoor. We gaan Nea draaien met Puppy Love. Nee, we willen high energy. Nou, als je dat gaat draaien, man, echt hoor. Ik heb koevoets liggen hier zo. Dat wil je niet weten. Nee, je gaat ze niet verkeerd beïnvloeden. Nou, we moeten de echte kwaliteit erin hebben. Rammen helemaal in elkaar. Ze hebben het nu zelf. Lieve luisteraar. Zij heeft het er nu zelf naar gemaakt. Hè. Dus jij gaat die lijst helemaal naar het oosten beïnvloeden. En als we Duitsland voorbij schieten, we komen per ongeluk in, laten we zeggen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië terecht. Lopenstein kan er ook niet tegen. Nee. Heerlijk. Maar weet je wat jij doet? Begin jij lekker ergens anders je eigen lijst. De alternatieve top 100, komt eraan. Waar hebben we het over? Nummers die geweigerd worden in de top 100. Nee, er wordt niks geweigerd. De Duitse top 100? Dus de Sound of the Balkan, bijvoorbeeld. De Duitse top 100. Nee, wat het probleem is, de zondag voor de top 100 ben ik er niet. Nee. Maar dan zit Jos hier en hij. Dus het is dubbel Duits. Heb je medelijden met mij? Heb jij medelijden met mij? Want een week voordien dat zo'n lijst nog de verkeerde kant zou worden. Ja. Ik denk dat ik dan in de chat thuis gewoon de hele tijd ga zitten kankeren over die Duitse klotenmuziek. Goed zo. Jezus, weer Duits. Weer meer heers. Ik noem het maar op zijn Duits. Imagade Ausmuziek. Ik voel een valkootje aankomen. Weer Tobias Beinstroop. Nee, dat is niet eens Duits. Ja, kan mij het schelen. Het is allemaal Duits. Ja, Falco was hem wel goed.
Hier. Ja, maar dat hoort niet in of, een top 100. Mike Marine en zo. Vind je ook wel ja, natuurlijk. Even vorige week, Herman, geef één plaat aan. Waren dat gelijk de Twins? Ze kwamen ook uit Duitsland. Ja, oké. Maar die mag. Oh, die mag dan weer. Nou, er zitten wel goede dingen tussen. Hè. Kijk, vanmiddag, vanmiddag vroeg Han van Buren... voor in de flitsende 50 uit 84... vroeg die Fancy aan met Slice Me Nice. Ja, dat is natuurlijk gewoon een hele fijne plaat. Dus ja. Daarom. Nou, de Roy Orbison from Germany. Ja, yes, dat zie ik. Ja, we hebben het gehoord. Gooi die rode showplatte maar op. Nee, we gaan even een dingetje ervoor doen. Even altijd even Doe even een dingetje ervoor. Een dingetje ervoor. Dat is de tweede plaat, is lekker Duits. Cliff want Turner. Het slaat een beetje op de R zit weer in de maan. En dat betekent bij Radio Stad razendsnelle reuze radio. De beste muziek voor iedereen. Radio Stad.
je vertellen, als er iets lekker Duits is, dan is deze plaat wel lekker Duits. Ja, meneer Merro Schuttebut. En er is ook nog een Spaans tintje aan, hè? Want dit is licensed publiek Blanco Ineco. Dus deze hebben we dan van Serge ook weer gehad. Ja, lekker, lekkere sabbelen del sound. Een sabbelen del sound. Ja, precies. Hey, ik hou er wel van. Gondor zit in de... Het plot, even nog heel even op terugkomen. Het plot wordt al dikker, hoor. Ik heb al, zeg maar, privé WhatsAppjes. Oh. Ja. Oh. Joh, jullie bekijken het maar. Maar als het helemaal naar de haaien gaat dit jaar, dan is het jouw schuld. Ja. Wie is je schuld? Dus jou. Oh, stem voor die tijd. Oh. Dat jij, jij er gewoon niet achter staat. Nee. Hey, nou, Condor. Hij staat er voor. Condor, ik wil even iets tegen Condor zeggen. Ja, wat wil je zeggen tegen Condor? Jij wil graag horen iRobots featuring Happy DJ. Don't waste your time in the Italo Brutalo rework. Maar nou, is het sorry, happy, ik kan het niet vinden is het op Happy YouTube. DJ? Is de uitvoerende artiest Happy DJ nee, of niet? Nee, Happen. Het is featuring... Happen. Het is iRobots. Happen. Nee, ik moet even happen. Happen, zeg maar. Maar goed, nee, in ieder geval... Happen ik kan DJ, het, don't waste your time heb ik hier. Don't waste your time heb ik van Happen DJ heb ik hier in de database. Ja, maar we moeten het hebben van iRobots. Oké, okay, nou dit heb ik... Dan heb dus ik weet niet of dat dezelfde is. Nee, niet, nou weet ik ook. Maar ja. Maar ook niet te vragen natuurlijk. Maar hij zegt dat het refrein heel gaaf is. En ook in inhoudelijke tekst. Ah. Spreekt boekdelen over vele relaties. Nou, dat maakt ons wel nieuws hier. Nou, hoe zit het met de relatie van Amrod? Amrod. Ja. Je weet het niet. Oké, lieve mensen. Als je net bent ingeschakeld, zoals dat altijd zo fraai heet. Welkom bij de zondagavond live request show. En tussen 7 en 8 hoorde je een waanzinnig mixje van Serge. Dus die kan je ook wel weer terugluisteren, hoor. Geen zorgen. En heel veel leuks voor jou vanavond. En om je in de mood te brengen natuurlijk de aankomende weken. Voor die echte top 100. Echte, kleine maar dappere lijst. Zoals nou, ik het noemde. De lijst, ja. Je mag ook niet van, ik weet van Koen Bom, mag je niet zeggen de lijst. Maar dat doen ze bij Radio 2 wel. Zeggen ze altijd, dit is de lijst. Nou, wij zijn gewoon een dappere wij zijn lijst. Een lijst. Wij zijn een dappere lijst. Ja, een kleine dappere lijst. Een lijst die heel anders is dan andere. Ja, en ook al 14 jaar. Net als dat Radio 4000, 10, ja, maar die zijn, dat was dan... Wees Gerdat dan nog geweest die daar midden in de nacht meest begon op de middengolf? Dat klopt, ja. Daar is hij ook begonnen, ja. Ja, klopt. Ger zat bij Radio 10 Gold toen daarna. Bij Gold, ja. Op de middengolf. En de middengolf is veel mooier geworden tegenwoordig. Oh ja, joh. Ja, luister maar naar... 1183, toch? Luister maar naar Radio City Internationaal. 892 of zo, weet ik het. Rond de 800 megahertz ergens in de buurt. Ik ben het even kwijt. Ja, zo lekker. Heb je iemand nog zo'n middengolfding, jongens? Dan, ja, maakt niet uit. Ga even zoeken. Het is pas op een website van Radio City Internationaal. Ja, zo is het. Wow. Oké, gaan we naar die Sarah Dash? We gaan naar Sarah Dash. Het is, we gaan even... Oh, jij bent ook. Dat heeft met Patrick Cowley ook te maken, trouwens. Help. Zie ik het erbij staan. Die zitten tussen haakjes bij deze plaat. En dat heet Low Down Dirty... Love Down Dirty Rhythm. Love Down Dirty Rhythm. Ja. Dat is lekker. Heel lekker. Als je lekker bezig bent, dan ga je naar de Dirty Rhythm. Maar in ieder geval, this is a request. Requested by Vlado. Vlado, het is een hele aparte plaat. Je zou normaal denken bij Patrick Cowley, dat is boom, boom, boom. Nou, deze totaal niet. Nee. Echt. Zo layback en... neem een joint of zo. Ach jeetje. Bij het plaatje. Beter dan dat is beter dan medicijnen, echt waar. De Stad Den Haag-programma's zijn nu nog beter dan ze al waren. Daar kun je elke dag op rekenen. Dus zet je radio gewoon op stad, want van de allerbeste is er gelukkig maar één. I'm a big,
Er zitten allerlei andere dingen zitten erin. Ik weet niet of jij dat opvalt aan de andere kant van de radio. Maar er zitten hele andere dingetjes in. Er zit een beetje dat dit hier. Ja, maar dit is overduidelijk Studio 54 tijd. Inderdaad, de Cowley en Sylvester's. En disco. Dit is echt wel disco. Ja, maar dan mis ik wel eigenlijk de viooltjes. Nou, dus dit is alweer verder, denk ik, dan de viool. Ja, hoeft niet altijd. Hoeft niet altijd, hè? Het is gewoon lekker. Het is gewoon goed, het is gaaf. Ja. Ja. Het is met een lekkere blauw in je bek, is eerlijk. Ja, nee. Hier kan je dat mee doen. Kijk eens hier, Matteo. Zit er gewoon aan het water? He's always asking if we are not thirsty, but we zijn water, toch? Wodka, extra large. Wodka, is het wel geen wodka in huis, hè? Nee, nee. Ja, en jij zit weer aan je babybottle, hè? Dat wordt altijd gezegd. Ja, dat babybottle, maar dat komt omdat je ook heel snel Ik zou je... Goed, zullen we even een filletje doen? Ik zou je vertellen trouwens. Nou ja, goed. Het hoeft niet, mag wel. Nou. Ik zou je vertellen, dat ging niet hierom. Waarom heb ik een bottle hier staan? En dat is omdat we hebben hier apparatuur. En je weet, elektriciteit en water, oftewel vocht, dat is nooit heel erg goed. Dus heb ik zo'n bottel gedaan, want dan doe je hem dicht. Als die dan omvalt, komt er geen water uitzetten. Nee. Dat is het idee. Want kijk, nou, dan als moet ik ook maar jouw glas omvalt... Nou ja, dan, hij gaat hier... Ja, en dan komt het in de... Nou ja, goed. Dan valt hem wel mee dan inderdaad, ja. Ja, kom wel goed. Alles komt goed. Nou, dus ik ben voor muziek, hoor. Laat me lekker doordraaien. Hè? Geef eens een gas op die lolly daar aan de andere kant van, mijn... Gunnar had een verzoekje. Nou, gas. Ga ik even naar Gunnar? Ja. Ach, jee. Digital Emotion, Full Control. En het is number 3 in his top 10 this year. Oh. Thank you so much, Gunnar, for voting. And who knows, you might win a great prize again this year. Like every other year. We have great sponsors, so... Fleischner, Duitse naam. Ja, dat is echt... zeg maar niet hard, gewoon. Scotty's man, Will Reed, will heat you up. Nee, maar we moeten die top 3 even gaan beïnvloeden, mensen. Ja. Laten we er eens wat anders van maken. Wel gave platen, maar waarom altijd diezelfde? En Cabaret is ook aangevraagd vanavond. Ja, klopt. Ja, echt waar? Ja, staat in de verzoekjes. Dus maar die gaan we dan gewoon boycotten. Nee, dat draaien we. We draaien hem al nooit. Ik zeg, eigenlijk moeten we de hele top 10 voor volgend jaar uitsluiten in die top 100. Oh, want het wordt de top 90. Nee, maar gewoon dat je wat dit jaar in de 1 tot en met 10 staat, mag je niet bestemmen. Ja.
3 in his top 10 for this year. Digital Emotion. So we keep you warm and alert for the top 100. That is in 3 weeks. Maar waar gaan we nu heen, als ik even vragen mag? Nou, ik zei toch tegen jou. Oh. Nou ineens gewoon. Ik vond het ineens tijd voor Electro. Ja, ik hoorde niet waar jullie het allemaal druk over waren. Dus nee, dat hebben we niet opgelet. Ik hoorde vier verschillende. Geef niet, wat gaan we nou die draaien of gaan we nee, nou die... Nee, we zijn bij Grandmaster DST en we gaan even luisteren naar de Crazy Guts. Oh ja, die ken ik. De Crazy Guts. De Crazy Guts. Ben je naar de kapper geweest of niet? Je lurf in je klatten. DST en de Crazy Cats hier op je radio is dan een laag. Leuke spontane radio hier, want dat hoor je natuurlijk. Ja, leuk Menno. Leuk dat Menno zo even electro oppakt. Natuurlijk, Savino DJ is ook helemaal gek. Ja, maar kijk, Man Parrish hoort ook in die lijst. Nou, hier zit meer Herbie Hancock in. Nee, hier zit meer Rocket in verwerkt. Rocket zit hier meer in verwerkt. Maar dat kan. Rocket. Ja, dat heb je nou gezegd. Rocket. Maar, Rocket. Hij haalt zoveel dingen, dat wil jij niet weten. Ja. Nou, ik heb laatst naar de radio. Ik zit ook naar de radio te luisteren, maar er zijn ook heel veel mensen die halen ook interviewers, halen ook heel veel dingen. Moet je maar goed naar interviewprogramma's kijken, onthalen ook heel veel dingen. Ja, joh. Herhaling is de kracht van de boodschap. Nee, is de moeder van de studie. Ja, het ligt eraan allemaal, hoor. Maar anyways, lekker, een beetje Herbie Hancock-achtig. Nou, lekker man. Met dat. Ik wil gewoon even een keertje. Ik zag White Lines ook staan. Ik denk, deze is leuk. Lekker hoor. Het kwam toen uit Zweden, de White Lines. Dat is een Zweedse label toen verschenen. Ja, Grandmaster Flash. Speaking of Carino Cat, die komt ook weer met iets nieuws. Komt die ook weer binnenkort. Een nieuwe kat? Heb ik ook weer ergens op Facebook voorbij zien komen. Van een pers en menkoen genomen. Ach, ja.
wat wou ik dus... Ja, je brengt me ook iedere keer van mijn apropos. Ja, goed hè. Oh ja, de volgende plaat gaat ook over de top 100. Oh, ja. En in dit geval Ewald Groen, die achter de schermen hard aan het tellen is. Want ze stromen binnen. Maar het kan nooit genoeg zijn natuurlijk. Nee. Want er zijn er heel veel die nog niks hebben gedaan. Als we beginnen over stroming wordt. En hij heeft zelf natuurlijk ook een favorietje. En dat is Theme from Flexible. Van Flex. Van Flex. Flex met dubbel X. Ja, dubbel X. En die staat in zijn top 100. Hoe staat die in zijn top 100? Heerlijk. Nou Fred, wat vind jij ervan? Hello everybody, you are listening to Radio Stad Den Haag. Number one radio station in the web. RTL 4 gingen we terug naar 1971. En in 1971 kwamen dus die
verschrikkelijke dingen. Waren die. Ik vond het niet geweldig. Nee, ik vond het heerlijk. Ik lekker vond op je knokkels rammen met die tering. Nee, dat deed het niet goed. Pijn, man. Nou, dat deed ik niet goed. Nee. Ik deed ook wel eens dingen niet goed. Maar dat was echt, wat een pijn als het verkeerd ging. Ja, en als je ruzie had met iemand, waren ze ook geweldig. In Frankrijk hebben ze een nieuwe sport, hè? Oh, dat is nu naar elkaar gooien met Jeu de Boelballen in Parijs. Ja. Geel hesje aan. Heb je trouwens over die gele hesjes even gesproken? Ik zag op Facebook een filmpje met een Amsterdammer. Die stond in een geel hesje. Die werd door de politie aangehouden. Of die zijn jas eroverheen aan wilde doen. Hij mocht niet met dat gele hesje lopen. Zei die, ik ben aan het sleutelen aan mijn auto. Of de dat zijn de regels van die Femke Halsema natuurlijk. En dat groen maar daarom heeft Menno nu gewoon een heel geel t-shirt aan. Ja, ik heb wel een geel hesje. Hij is wel heel erg meegaan. Ik protesteer tegen al die internationale muziek. Gewoon tegen alles. Een Duitser zijn. Yellow Brick. Yellow Submarine. Dat is meer de Beatles zijn dat meer. Met Yo Yellow. Straks gaan we even Yo Yellow. Valt het er alweer af? Armoe. Weet je hoe oud die is? Die is van de eerste lading. Nee, dit is die tweede die ik van je heb gehad. Ja, weet je hoe oud hij is? Ja, dat klopt. Ja. Nou, 50. Ja, toevallig zeg. Hij gaat door voor de doos wijn. Ik vind het ook leuk dat we weer een Italiaan in de chat hebben. En wie is het natuurlijk? Diano. Diano? Enige Italiaan die je altijd van zich laat horen. Dus dat vinden uit we dat moeilijke dorpje. Ja, uit dat moeilijke, iets weet ik niet meer. Nee, het was niet Loepjanka, dat is verder. Oké, we gaan Cagliari. Eerst. Ja, zoiets. Ja? Hey, kijk, Barre. Ja, dames en heren. Dit stukje intro, ken je het niet? Je verwacht het niet. Ja, maar het blijft natuurlijk best een goede plaat. Anders wordt er niet zoveel op gestemd. Dit draait hij nooit, die Bobo, dit maar stuk. Maar Knipperbol, die heeft deze aangevraagd. En ik weet niet of ze nog wat... ze zegt, ja... Per ongeluk. Oh nee, dat maakt het niet uit. Ja natuurlijk. Nee, dat maakt het niet uit. Dat had bij Knipperbol ook te maken met de relaties. Dus per ongeluk heeft ze deze aangevraagd. Maar voor bijna 10 jaar staat hij al op nummer 1. Ofwel op 2. Maakt niet uit. Ja. Maar aan de andere kant, hij wordt zo episch, deze plaat, dat hij hoort bijna bij de top 100. Als je deze niet hoort in de top 3, dan heb je eigenlijk geen top 100. Als het hurt, ja. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European Time, we play those old school dances. Op jouw stad en haar. Je zou er een jingle van moeten maken, zeg jij. Dat is echt gaaf. Heel herkenbaar ook. Ja. Je hebt gelijk een connectie met de Italo-muziek. Ik zou zeggen, sta maar op van je stoel en ga eens een beetje staan, zoals in de Wollebrand of waar dan ook. Ik ga even muntjes halen, Bas. Je krijgt gelijk dorst met deze plaat. Dorst? Krijg je dorst met deze plaat? Ja, ik ga muntjes halen. Oh. Ik zeg, click the box and fill out the form. Voor je top 100. Of the top 100 of all time. And make sure this one comes in at 10. Comes second. In de wat? 10. And not 1. No, not 1. Ja, yes. Don't vote for this. Laten we eerlijk zijn, we hebben ook een keer Bobby Orlando met I'm So Hard For You op nummer 1 gehad. Dus misschien dat er weer hebben we een keer. We hebben een keer Bobby Orlando op nummer 1 gehad. Ja, maakt niet uit. En toen was die lijst ook nog zichtbaar gemanipuleerd. 1, 2, 3, ja. Hop. Heb je daar zin, hè? Ja. Het blijft wel. Het is net carnaval. Handjes in de lucht. Die handjes in de lucht.
dat je inspiratie zijn voor jouw vote op de top 100 of all time. Je weet het, de top 10 ga je invullen. Doe dat bij Radio Stad Den Haag. Doe dat lekker bovenaan, want er staat het allemaal bij. Vote, vote, vote. Ja, hier vote, 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 vote. Dus ga er gewoon even lekker heen. En ja, voor mij, wat zit je deze op nummer 1? Moet je zelf weten. Nee, maar er wordt hier ook door toch wel mensen met heus wel smaak en verstand gezegd. Ja, het blijft gewoon, het is een hele goede plaat. Nou, hij is goed over, gemaakt. Over de opbouw is goed. Ja, nou, zeker. George Dolce is het, hè? Dolce. Nou, ik zeg, het is bijna een anthem geworden, weet je wel? Bijna een soort, ja, ze toen later nog een schoenenzaak gehad, Dolce. Als maar goed, je deze hoort, en ik vind dat wel, dat is een sentiment. 9 van de 10 keer sloten we de top 100 af met de nodige neuten achter onze kiezen. Nou. Met deze plaat, en dan is het wel een soort, weet je wel, dan krijg een je een soort ontlading. Ja, ja. Orgastische plaat. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, dus... Ja, okay. Mag die wel weer op nummer 1? Joh, waarom niet? Jullie stemmen, you vote. So if this one becomes number 1 again, ja, why not? Hey, ik zat even toevallig... Nou, ik zat niet te luisteren, maar ik zag het op Facebook voorbij komen. 5 december op 3FM is er een man geweest, René Passet... Ja, die bij de AWB werkt of zo. Het is die verkeersdienstmedewerker. Wat doet die verkeer? Nou, ja, René Passet. Die zit bij de verkeerscentrale in Driebergen. Ah, zit in Driebergen. Oké. Of in Zeist, maakt niet uit. Maar in ieder geval, daar mag hij af en toe door de microfoon heen praten... waar de villains staan. Maar die was toevallig in de uitzending bij een of andere vrouwelijke DJ op 3FM. En daar hoorde je dan ook allemaal Italo-plaatjes voorbij komen. Nou, daar stond ik een beetje versteld van te kijken. Nou, ik denk, de titel van het 3FM, programma... De titel van het programma was ook de hype die Italo heet. Oh ja. En waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En hij gaf daar eigenlijk hij gaf daar zijn zegje over. Ja. En dat deed hij ontzettend leuk. Ja. Met de nodige goede voorbeelden. Aha. Maar ook met C-Bank draaiden ze en dat soort dingen. Dus de elektronische muziek. Maar ze draaiden ook bijvoorbeeld de Dr. Scat met Feel the Drive. Ja, dat is toch allemaal prima? Dat is, ja, mooi, het gaat maar om een tijdspanne. Ja. En of je dat nou, maar de clue ging om, ging over Italo. Maar daar hoort natuurlijk zoveel nog meer naast. Maar gaaf dat dat gewoon op nationale... en dan linkse gele sokken, hesjes, radio. Ja, dat is waar. Dat de NPO is zo links als een kanarie. Dat is echt het media die helemaal naar links toe sleept. Ja, vind ik wel een beetje. Maar dat mogen ze doen, hoor. Ik ben blij dat dit gehoor is. Maar goed, komen. Wij hebben nog even een request hier. Want het is niet voor niks de request show voor jou. Ja, Menno is heel druk iets aan het zoeken. We gaan cassettes draaien. We gaan cassettes draaien, dat heb je net gezegd. Ja. En ik ben inderdaad voor de man uit Cagliari. Want daar komt hij vandaan. Ah. Dat vervelende dorpje wat zich niet overgeeft. Ja. Giuliano vroeg om Malcolm and the Bad Girls en Shoot Me. Okay. Dus die komt er dadelijk aan. Ja. Maar vele verzoek. Ozzy. Golden Lion. Ja, ja, die kwam dus inderdaad met... wat hij gisteren op het wereldwijde web heeft ontdekt. Ze bestaan echt al een paar jaar, zegt hij. Weer eentje uit de genre synthwave. En als je hem hoort, moet je waarschijnlijk erg aan de zanger van de Human League, Phil Oakey, denken. We hebben hier nog een producer rondlopen die er wel wat mee wil. Ja, wil nou, die is helemaal in de synthwave. Wave synth. Synthwave. Ja, die hebben we weggezwaaid. Ja. Nee, op 5 december. Ik heb al een keer iets op zondag van cassette gedraaid. Of in de Rhythm Kitchen. Even de twee. Je bent er trouwens aanstaande dinsdag niet, hè, schat? Nee. Jammer, hè? Nee, hij is lekker uit heten met zijn vorige werk. Nou, en ik hoorde dat Charlie Lono is er dan ook niet. Die wordt heel druk. Maar logischerwijs, die moet natuurlijk alles voorbereiden voor de februari. Nou ja, maar joh, André zit met jou en jij zit niet om gesprekstof verlegen. Nee, dat niet. Nog maar ik moet juist de mond een beetje gesnoerd worden. Dat moet bij mij meer. Ja, maar hij neemt duct tape mee. Neemt hij duct tape mee? 2 rollen. Ik heb hier ook een rol liggen. Ja. Hey, zou André beurschuim. Maakt André tegenwoordig zijn show al een beetje andersom? Dat hij zeg maar vooruit denkt aan de mix die hij ervan moet maken. Nee, want daarom kom ik om de hoek. Want dan neem ik hele onverteerbare mix, onmixbare dingen mee. En dan, dat is om het een beetje te torpen. Maar het is toch knap. Hij flikt het toch iedere keer weer. Ze gaan vermixen zijn het. Ja, precies. En het was afgelopen vrijdag wel een cadeautje. Ja. Want natuurlijk Manuel Rios al die... even lekker uitpakte met 1 uur 20 minuten bijna. En toen nog eventjes Mark... Hartman, Radio Hartman. 10 ook bekend van. Ja. Precies, mogen wij gewoon draaien. Want sommige andere... De jaarmix krijgen wij... Die hebben wij al. Nee, de jaarmix krijgen wij een week nadat hij op Radio 10... mogen wij hem uitzenden. Ja, mogen we hem uitzenden. Ja. Dus jongens, ga gekluisterd aan die radio. Ik kijk meer uit naar de top 100 mix van Sergi eigenlijk. Ja, hoe is het? Heb je dat van gehoord? Komt die volgende week? Nee. Ja, weet ik niet. Dat was wel zijn bedoeling. Ja, oké. Ik zal hem straks eens appen. Hoe is zijn gezondheid ondertussen? Want, dat weet hij dus niet, zegt hij net.
Nee, ja, ik moet hem even appen. Hij was herstellende. Hij was iets aan zijn arm. We horen hem net wel. Onze stretcharm. Daarom hebben we dat even... Ik weet niet welke arm... Ja, aan de drank zal het niet liggen, want hij drinkt water. Maar ja, goed. Oh, daar krijg je hele enge slijmvliesbeursontstekingen van. Dat kan ook gebeuren als je... Slijmvliesbeursontstekingen. Als je één keer per week vooruit dropt, gaat dat ook gebeuren natuurlijk. Ik had verzeer aan zoekstoffen. Dokter, ik heb een slijmvliesbeursontsteking. Oh, dat wordt een... Weet je wel, weet je niet. Wat een marmeladetherapie tegenaan, hoor. En ja, ik zou er een compress van cognac op leggen als ik jou was. Heel goed. Mag een wild pateetje ook, meneer? Nee, ik liever. Nee. Scheurgas helpt ook. Nee, zoetstofwisselingstherapie. Ja. Op het kruispunt der suikerbanen is de grootste inwerking. Heb je wel neutronenkorrels gebruikt, eigenlijk? Ja, want thuis is winterklaar. Ja, echt waar? Nou, van mij nog niet. Heerlijk. Eten van Aken, kon er maar in. Dus. Oké, nou, laten we maar naar muziek gaan. Leuk cassette. We gaan dus. Even, het begint zo, jongens. Echt leuk. Hier, net of je radio een beetje aan het instellen bent van vroeger dan. En nu ik zat nog even voor de meeschrijvende persen. Ja. Dus het is... wat zeiden we nou? Leuk cassette. Een digital power. Met Tonight. Nou, heel simpel eigenlijk. Heel mooi. Hier op je radio is dat een aangeven. Station in Night Live Show van Ozzy. Als gouden leeuw, zoals u noemt. Of Golden Lion, zo mag je hem ook noemen. Plaat wat inderdaad, wat hij al zei, ontzettend op de stem van Phil Oakey lijkt van de Human League.
Maar hier hou je ook wel van, de Bats, of niet? Ik denk de Menno minder. Nee, ja. Ook wel? Nou ja, het is lekker. Het is lekker, maar... Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Nee, ja, ik hou van een New Wave-ish, van die Engelse herrie. Dit zit namelijk ook instrumentaal enzovoort ook veel beter in elkaar dan... Ik draai nog steeds de nieuwe cd van OMD als ik door het park loop. Dat is ook goed. The Punishment of Luxury, dat is zo gaaf. Zal ik daar zo meteen nog eens een trekje van pakken? Ah. Kijk maar even. Pak je er een trekje? Het is jouw avond, lieve jongen. Vanavond. Je hebt hard gewerkt vandaag. Wordt gewoon bediend hier. Zie je dat? Wordt gewoon bediend. Heerlijk. En zoenen erbij. En straks gaan ze ook nog bordjes draaien. Want het is jammer dat het al bestaat. Kijk, bij jou doet ze dat. Het is jammer dat het al bestaat, maar eigenlijk zijn wij ook Kiss Radio. Wat zeg je, Kiss Radio? Ja, we knuffelen je wat af. We zijn echt knuffelradio. Niet likken radio, ook niet. Nee. Hey, we gaan nu even naar Menno. Ja. Die heeft een plaatje. Geïnspireerd op de oude top 100 lijst van vorig jaar en dan de nummers die er niet in stonden. Eugene, Living in Your Love. Nummer 225. En dan denk ik, hoe kan dat? En dan is het positieve nieuws nog dat hij is gestegen van nummer 297. Ja, maar weet je, je hebt er maar 100, hè? En als al die goeie in die 100 gepropt moeten worden, dan wordt het er weer... Ik draai hem nu weer. Tot de derde baan. Dus na de top 100 kom ik terug en dan staat hij in de buurt van 168, hoop ik. Oké. En als ik zo doorga over een jaar of 6, heb ik hem in de top 100. Oké, so this is Menno's tip. Tip voor de top 100. Eugene and Living in Your Love.
denken, want we hebben nog zoveel platen te draaien, lieve mensen. Ja. Noho die er zo meteen aankomt, maar ook die TQ natuurlijk, die we jullie beloofd hebben. En DJ Cies. DJ Cies en Amaya, I Never Said This Before. Amaya. Ook nog niet zo oud op Flashback. En nog een plaat of drie voor de Space Sin zitten we. Ja. Jeetje. Dus plenty to do, ladies and gentlemen. En lots of chatters. So that's great to see. Still 27 in there. En who's come extra? Who is who? Ja, lekker. Pallas. Kenny Davidson. And he's not cooking tonight. He ordered some sushi. That's a pity. Oh, zo? Because towards you know, the holidays, we would really like to know what you're going to make during Christmas. We wonder. Ik moet denken aan dat rare plaatje, She Likes Weeds. Maar dat is van Kenny. Van de T-set. Ja, de T-set. He Likes Weeds. Seaweeds. Dat was trouwens mijn eerste plaatje, wist je dat? Sweet. De T-set, sorry. Wat je kocht? Nee, wat ik kreeg van mijn tante. Oh ja? Ik kreeg van mijn tante. Nou nee, dat was niet zo, maar dat was echt mijn eerste plaatje wat ik kreeg. Huh? En dat was echt het eerste... Was er in jouw huis geen vinyl? Nee, want ik was gewoon nog een klein jongetje. Ik was, nee, maar je ouders draaiden ook geen plaatje? Nou, af en toe, maar dat waren meer van die kerkkoor dingen. Oh ja. Van die... dat soort dingen. Bij mij was het Vets Domino inderdaad. Nee, bij mij was het meer allemaal klassiek. Ja, ik ben ertussen groot geworden al. Dat vind ik wel heerlijk hoor, door die broers. Ja? Ja, fantastisch. Jimi Hendrix en de Doors. En, ja, maar dat heb ik ook gehad. Maar ook singeltjes met alleen maar motorgeluiden. Dat had mijn oudste broer. Nou, die single met alleen maar motorgeluiden. Ik zeg eerlijk, die periode heb ik ook gehad, maar dat was ik 17. Normaal toen mee doorgegaan. Hè? Ik zeg, ah. Ah, die? Nee, joh. By the way. Ook alleen maar motorgeluiden. I guess I know what Kenny Davidson is drinking. Sake. Right now? Gin. He has a large collection of... typical gin. Ja, I saw it on Facebook. Ja. Ja, die leppert er lekker van. Ja, lekker die... Zo. Nou, he likes it. Ja, with his ankles in the snow. Ja. Yes. Dus dan ga jij een keer gewoon naar Canada. Hè? Lekker lepperen. Canada. Lekker koken met Kenny. Ja, koken met Kenny. Ja. Nee, de Kenny. Tonight on the Sunday Night Live Show, Cooking with Kenny. Cooking with Kenny. And we have also that man who had... weet je wel, die man die altijd schilderde. Bob Ross, yes. Yes. And hidden in there. Dark Shina, yeah. And if you like this beautiful tree, you can make this tree like a beautiful tree. To make him more green. Maar hij was wel geweldig. Ja, iconisch. Maar hij had meer haar. Doe het maar na. Ja, dat wou ik net zeggen. Doe maar eens na, Het leek heel eenvoudig, want... er stonden ook geen nummertjes op dat... Nee, dat wou ik net zeggen. Die nummertjes zou je nog bijna verwachten, ja. Nee, maar hij zei, hier staat een boom, kijk maar. En er stond een boom. Ja, jij wou nee zeggen en toen... Huh? Nee, het was eigenlijk de James Last onder de schilders. Ja. Maar toch was het knap. Ja, precies. Want dat was geen spugen natuurlijk. Was geen kleineman? Je moest hem eigenlijk naast het huilende zigeunerjongetje hangen, zeg maar, in je gang. Het huilende zigeunerjongetje. Ja, ken je die niet, die schilderijtjes? Ja, vroeg iedereen. Ik heb in een bejaardentehuis gewerkt. Ik drink niet genoeg zeker. En er waren verschillende mensen die hadden zo'n zigeunerafbeelding. Niet alleen een mannetje of een kind, maar een meisje of een jongetje. Ja. En dan met van die sprekende... Ja. Ogen dat je denkt van... daar komen de comments weer. Kunnen we wat meer in Engels praten? Yes. Gypsy kings. On the wall. In de chat hebben ze het alleen nog maar over Cote & B. Dus ze zitten tegen elkaar op te boksen wie het meeste repertoire kent. Van de afzuigkappen en Beb erbij. Hebben jullie de horen aan je kant? Even over van Cote & B gesproken. Er was iemand op tv van met die... Even over die gele hersjes weer even terugkomend. Was een van zo'n actie. Voortvoerder. En die zat ook te vertellen waarom hij die actie hield van al die hesjes. En dat deed hij precies op de manier als die man die niet zou zwieren met zijn moeder. Oh ja, met zijn moeder, dat deed hij precies. Maar die leraar Duits was dat toch? Hij was een soort Femke Halsema. Want die vraagt ook een beetje. Maar ik ben ervoor geholpen. Ja, ik ben hiervoor geholpen. Maar Femke, moeder. Ik wacht niet aan meisjes te denken. Want daar ben ik aan geholpen. Ja, die. Ja, nou, ik goed, moet hier met mijn moeder lopen. Ik stond echt verbouwereerd. Die man die deed dat sprekend. Dat was precies hetzelfde. Maar met die zag ik jou bij de videocast naar buiten komen. Was dat je moeder? Niet weer even mijn moedertje. Die kneukfilms. Kijk er maar uit dat jij er een klein broertje bij maakt. Van Cote gaan we een biertje drinken. En lang een lepgas of ik. Nou, dankjewel, chat. Ja, die ook nog. Dus. Ja, nou. Laten we nu maar naar Noho gaan. Noho. Yo. Nou, we gaan naar Yoho. Gaan we ook naartoe? Ja, het is ongelooflijk van Noho. Company?
Nee, joho, joho. We hebben toch de kerstman straks, man, of niet? Oh, oh ja, ik dacht Weeks and Company. Nee, joho, joho, joho. Nou, is ook een goede plaat. Nee, maar deze Noho, die is voor Andy. En die heeft hij aangevraagd in de chat, omdat hij kwam kennelijk niet door de request heen voor deze keer. En omdat het Andy is natuurlijk. Ja, omdat Andy is, hè. Ja. Hij heeft een keer wat leuks gedaan en daarna nooit meer. Nou, zeg, je bent ook een engert ook, hè. Is het Andy Roos? Ik ben Erik. Ja, hij is een groot fan van mij. Ja, een groot fan van jou, ja. Ja, Spacetime verslaafd. Hoe kom je er vanaf, hè? Nou, straks komt hij er weer aan, hoor. 9:30, the Space Synth of this evening. And that will be Helium. Alweer? Ja, gaan we even doen. Dan ga je dan wat hoger van praten, toch? Van Helium? Ja, van... Serge en Michiel van der Kuijken. Ja. Nee, je hebt het al gedraaid, als Space Synth. Ga je nog een keer draaien? Ja. Ook omdat hij het nu zelf weer dik heeft aangekondigd op Facebook. Ja. Met dat het nu echt... Vorige week melodietjes die in zijn hoofd vast zaten. En Vorige week hadden we gewoon Blackbird nog een keer van Chris. Nou. Ja. Wie? Zo lekker. Nu even Björn. Hou me vast. I know it won't be easy, girl. Attention to me. I really need your touch. I never
jongen. Ja, dit is er weer zo één. Ja, dit vind ik echt zo. Dat draaide we in Dusko. Sorry dat ik erover terugkom. Dat draaide ik met Lex van Koever. Dat draaiden we deze plaat helemaal grijs toen die pas uitkwam. Dat was echt zo'n zo'n modern rockertrie en zo'n Lugité plaat, weet je wel. Echt zo'n lekkere bonkert was dat. En dat vonden wij natuurlijk heerlijk om dat te kunnen draaien. Uit 84 is die dus dan, ja. Ook alweer stokoud. Jezus. Stokoud, ja. Alles is stokoud, hè. Oh, wat, anders gaat, hè? Wat is er? 84? Nee, ik zie hier 87. Maakt verder niet uit. Nee, volgens mij het is oud. Nou, het is, er zijn natuurlijk ook weer van die verse mixen van verschenen. We moeten zo meteen ook nog Jonet en Joost. Dan moet ik even ja, doen. Hij zegt dat hij het voor je klaar heeft staan. Oh, dankjewel. Dus Andy, goede keus, man. Zeker Andy, ja. Ja. Dit zou ook weer een top 100 dingetje kunnen zijn. Het zijn maar natuurlijk heeft heel er veel. Ingestaan, volgens mij, Jezus NoHo. Die heeft er in de NoHo heeft erin gestaan. Nou ja, je weet, als je de lijst vanaf 2005 wil bekijken, dan ga je gewoon naar boven op de website bij Charts. En daar zie je dus alle top 100 staan. En ook alle die er ooit in hebben gestaan. Dus dat gaat geloof ik tot nummertje 600 als het niet meer is. Dus kijk even je nek uit. Ja, toch? Een hele rare opmerking. Kijk je even je nek uit. Wat wil je dat doen dan? Maar goed, we gaan nou naar iets nieuws. Ja, lul er maar weer over. Ja, joh, je moet, sommige dingen moet je niet bij stil blijven staan. Nee, vind ik ook. Dat doe niet jij te vaak, want dan ga je erop in. Dat is helemaal niet nodig. Ja, sorry hoor. Dat kan doen. Dit is leuk, een beetje kill radio hoor. Ja, joh, kill maar wat weg. Kill wat weg, joh. Hey, TQ, oftewel Nadine de Gwen. En, ja, maar is het nou eigenlijk familie? Want het heet ook de Gwen. Nee, de Gwen, toch? Ja, maar je moet het zo zien, dat heette er meer Jansen. Ja, zo is het neef of nicht? Nee. Is het Volendam? Lekker boeiend, man. Het heet allemaal Smit. Ja, goed. Zo moet je het zien. Zo moet je het een beetje zien. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, you heard it first at Will Reed's Club 80s. Because he is always sooner than we are. Because he is on Fridays with his podcast. Or Thursdays. And, but we play it now on air. On Radio Stad Den Haag, TQ. And the title is It's Over. Nou, ik hoop het niet voor de. Nee, and it's totally different. It's a bit high energy. It's a bit trendy. You hear saxophones. And this is the extended version. Enjoy it. Oh, okay. Onafhankelijke radio. Radio Stad Den Haag.
you at Radio Den Haag. Dan, dat was hem nou, hè? Ja, ik zag je huppen. Ja, ik zag je huppen. Er zitten wat van die enigma-zweefjes zitten er doorheen. Ja, maar ook die panfluit-effectjes. Ja, ja, precies. Dus, hope you enjoyed it, new TQ, and it was cold. It's over. I call it surprising. Ja, dat zei ik dus ook. Net even weer wat anders. This is TQ, and you're listening to at Radio Den Haag. Did I say it right? Yes, you did. Nou, lichtelijk. Ja, okay, and also coming up the latest Amaya, which is also quite nice. Ja, dat zeg ik maar. Ja, gaat zo aan klikken. Ja, precies. Maar nu is het 9:30. Ja. Oh, moet ik dan spacing? Nou, ja, we promoten. Ja, dat doen we aan het eind. Nou, okay. Nee, dat is toch instrumentaal. Kunnen we makkelijk daarheen praten. Oh, ja, Blanco Inego stuurde het. Mark die droeg het de studio in. Marco, sorry. Maakt hem niet uit. Hij luistert toch. En we hebben vorige keer de Proxion moesten we draaien, weet ik nog. Dus... Moeten niks, hè? We mogen alle. En toen zeg ik net, ik zeg, wat is dat nou? I'm not a robot. Nee, I'm not a robot. Oh. Oké, vond het perfect? Ja, nee, dat is de I'm not a robot remix. So, listen to Helium and the Force Awakens, Blanco Inegro Records. It's out for like 2 weeks. Yep. You can actually buy this on vinyl. Yep, you can. Michiel van der Kuij is involved and Sergi is very proud of this one.
was een beetje helium dit, hè? Ja. Heb je een beetje ingeslikt? Ja. Ja, ik krijg het nu niet voor elkaar met een beetje zere keel. Nou, er schijnen trouwens voetballers, de spelers van Arsenal, die schijnen dat ook allemaal gedaan te hebben. Tegenwoordig doen ze dat. Helium, je kan van die dingen gewoon kopen. Het is heel makkelijk. En dat, dan ga je met helium ga je spelen. Ik begrijp ook niet wat ze daaraan vinden. Maar zo, maar dat is hartstikke drugs. Dat is drugs. Ja, ik heb ook eens aan zo'n ballon gelurkt. Nou, dan weet je niet wat er gebeurt. Is aan een ballon gelurkt? Ja, dat moet je niet te vaak doen. Dat hoor. Doe je toch iedere week? Zo, dan gebeurt wat met je hoofd. Als ja, het is omdat er natuurlijk... Je haalt een hap lucht er binnen waar geen zuurstof in zit. En ja, het ontbreken van die zuurstof is, dat triggert een hele rare reactie. Zo. Oh, zeg maar dat duurt niet lang, hè, want je bent er zo het wat duurt weer, niet lang, maar je bent echt even wappie, hoor. Maar ja, dat is het mooie van die helium. Je hebt zo een gasfles bij, dus dan neem je gewoon weer een lurk. Ja, het waren kleine... Ja, met die slagroomspuitdingetjes. Ja. Oké, helium dus. En The Force Awakens. Out now. On Blanco y Negro. En Sergi posted already something about this today or yesterday. And he's very proud because... He had all these sounds and things in his head. And Michiel van der Kuij just touched it. And that was for Sergi the yes factor. Okay. Yes factor, oké. Ja. Is dat goed? De ja-factor? Ja. Ja. Nou, de X factor. Ja. Nee, dat is een ander bedrijf. Dus, hope you enjoyed this. Het heeft niks met BGC te maken natuurlijk. Nee. This week. Er is toch al zo'n andere Duitser die probeert dat wow-effect toch weer even naar boven te brengen. En dat is een Duitse bedrijf. Oh. Die hebben die wauw. Oh ja, die wauw-fabriek. Ja. Ja, precies. Oh. Ja, dan komt die kat en die zegt nou wauw. Verschrikkelijk. Oh. Dat Ewald hoort dat ook de hele dag. Maar dan staat hij er weer op. Dat is heel zielig. Ach, en die heeft al een gebroken. Ja, die heeft al een gebroken. Ja. Maar dat schijnt toch nu goed te gaan met dat katje, of niet? Ja, als je hem vijf weken in de bench laat zitten. Het zit in een kooi, het wordt gek. Ik heb hem gezien van de week. Ja, hij kan een beetje lopen. Een beetje lopen? Jawel, hij kan een beetje lopen. Oh. Ja. Ja, maar de beste is dat hij ook kan springen. En als hij dat doet, dan blijft de helft van het pootje op de grond. En de rest van de kat springt weg. Kun je met stoffer en blik kun je bij elkaar gaan vegen. Ducttape en dan groeit het wel weer vast. Ah, maar het is allerliefste Basie. Ja, dat is het ook. Even kijken. Lekker Basie hoor, die kat. Wij gaan naar jou, want je hebt van alles klaar liggen. Ik zeg je links. Links. Dan doe maar links. Links of rechts? Links of rechts? Nou. Nou, dat klinkt ook niet meer van gisteren. Het is een beetje Spargo, You and Me. Nou. Oh. Is de Jazzy Bobby remix. Nou, nee, echt niet. Nou, die vond ik niet zo best eigenlijk. Maar... Nee, dat is ook niks. Met Spargo moet je ook niet willen remixen. Maar ja, als het je vader is, dan kan je niet anders. Maar je bent weer geïnspireerd geraakt. Ja. Door de kerstbomen die weer gaan komen. Hè? Giel roept al de hele tijd, yo, ho, het is jammer dat deze studio nog steeds niet kerstversierd is. Maar goed, je bent afhankelijk van iemand, hè? Ik zie al rode lampjes. Nou, ga je toch lekker beginnen. Ik doe niks. Nee. Bye.
Money hoorde je hier. Dat heet Rock Your World, Yo-Ho, Yo-Ho. Het is trouwens ook Richie Weeks. Dat is de man die in deze band zit. En er is verder weinig over bekend. Het is ook een soort one-hit wonder geweest voor deze Weeks Company. Ik kan me trouwens nog herinneren dat ik toen al in de discotheca stond. Ik stond toen in de Manhattan in Scheveningen. Is lang geleden. Was dit ook een hit? Was, ja, heel lang geleden. Toen was je nog fris fruitig. Had je fris fruitig. Had ik nog een snor en vlashaar. En ik had de roots, had ik ook. Schoenen, roots, ken je die nog? Die waren lekker breed van voren en lekker smal van achter. Ja. Kon ik lekker in met die brede stalpoten van me. Heerlijk was dat. Maar goed, dit terzijde. Ja, ik picture it. Ook een beetje weer. Ja, goed. Ja. Hey, maar waar gaan we nu heen, mevrouw de Bats? Gaan we, wat gaan we doen? Gaan naar Amaya, denk ik. Gaan we naar Amaya? Ja, I never said this before, but it is a really nice girl. Ja, de ja, girl. Ik. Maar is de muziek ook nice? Want bij jou is altijd dingen nee, ook. Het is best de girl een is dan wel nice, maar die muziek is dan weer niet nice. Nee, het is een B-kantje van de plaat die onlangs verscheen bij Flashback Records. Want dan gaan je hormonen in één keer opstijgen, die ken ik. Feeling Something heette die inderdaad, die plaat. Nou, als je dat ziet, dan heb je dat ook inderdaad. Ja, ja dan gaan we wel snel. Ja, gaat het tempo wel omhoog. Bij de Stockholm-syndroom kan overhouden. We hebben samen even een peukje zitten roken. En dat was... ja, ik heb de seks er maar bij moeten denken. Ja, je hebt samen met Sinterklaas... Peukje hebben we wel samen gedaan. Je hebt natuurlijk samen met Sinterklaas toen bij Transavia ben je geweest. In de vliegtuig. Met Sinterklaas, ja, die was een hele lekkere stewardess. Wat heeft dan over? Ja, die staf ging omhoog toen met die stewardess. Oh, nee, maar dat ging er even over omdat je ook met Amaya dat ook. Ja, dat had zeker geluk. Dat je knop tegen mijn tafel aan de onderkant aan het knallen is. Degene die Amaya al wat langer kennen, die gaan de plaat wel herkennen, want het is typisch het geluid wat ze produceerden toen Neon Game en zij samenwerkten. Laten we gaan luisteren naar I Never Said This Before. Late in the night, we can fight and see who's the best. After these years, I can feel the pain through my veins.
what our Will Reed would say. What a great song this is here on your radio. What a great song. Well, this is... I never said this before. And like Menno said, this is the B-side from... You Flashback said, Records this year, Feeling Something. Oh, dat was de A-side. Okay, en toch heb ik zo op mijn tong gevoeld. Dit komt ergens vandaan. Dit is ergens weer van geleend. Dat is niet erg. Maar het komt ergens vandaan. Ja, maar het komt uit eigen keuken. Want ik herken je echt puur Amaya. Ze hebben iets geleend van iemand anders. Maar wat weet ik even niet. Nou ja. Maar dan ben ik verder niet. Neem hem even op. Doe hem op je cassettedek naast je bed. Dan luister je nog een paar keer. Welke figuurzaag heeft er nog een cassettedek naast zijn bed? Wat denk je nou zelf? Oh, die zal je vast hebben. Ja, nee. Die oldschoolers. Heb je toch niet meer. Een soort van die Amish. Weet je wel? Die nog heel erg bij het origineel blijven. Ja. Oké, still coming up some requests, of course. Giano is still waiting. And of course, Malcolm and the Bad Girls. Sinisha. And then we had a digital game. That was digital game. Yeah. Was requested. I'm your boogeyman, but I thought it was Casey and the Sunshine Band. Oh, Dario requested. Maar het is hem niet. Ik heb hem van de boogeyman. Oh, heb jij hem? Goed. Dat is goed. Die hebben hem ook. Nee, maar dan heb je hem al. Dus dan... Nee, ik heb hem niet. Dan hem er zo meteen maar in. Man, nee, joh. Leuk, doe jij maar. Ga maar. Nu gaan we ergens anders over praten. Singeltje, joh. Die komt uit de kast hier. Ja, is uit de kast gekomen. Die is van Herman van Velzen daar geweest. Nou, niet allemaal. Is het al geweest? Niet allemaal. Ook heel veel zijn er van Edward. Van Edward. Er zijn ook allemaal gedoneerd. Ja. En het waren allemaal... Ja, dat had hij allemaal dubbel. Dus krijgt hij nooit. Maar het is een single, hè, jongens. Let even op. We gedeerde te zingen niet, hoor. Ja, het begint eerlijk te zingen. Ja, ik hoef er niet altijd zo doorheen te lullen, hoor. Nee, ik ook niet. Zeker als het een singeltje is. Laat maar lekker. Ik heb een handje.
hoor. Duurt niet zo lang als de 12 inch die normaal gewend zijn. Ja, ik vind het nog aardig lang duur voor een single. Ja. Ja, maar ja, wat is tijd, hè? Tijd is... Geld. Ja, en rekbaar. Ook, heel ja? erg rekbaar. En soms heel kort. Korter dan je... Ik heb nog nooit rekbaar geld gezien, maar dit terzijde. Oh, heet stoopt. Muntjes die heet stoopt. Eind uitrek. Oké. Okay. Dit is voor de man van Cagliari. Yes. Giuliano. Ja. En die vroeg om Malcolm and the Bad Girls. And ja. Shoot Me. Ja, precies. Hij zegt ook, the music makes you dream. Nou, laat Marcello ook maar niet horen. Hè. Shoot Me. Hij praat altijd over dream en zo. Maar hoezo... ben je daar verbaasd over? Maar ook. Nou, je zegt shoot me. Ja, nou, ik meen het niet. Met Zwitsbenen. Hoorde hier op Radio Stad Den Haag. En er zit natuurlijk, ik mag weer dat we niet altijd hard zeggen natuurlijk, maar je hoort er toch al een John Miles met Music in terug in deze... Nogmaals, ik denk dat er van alle dag wordt er gejat. Ja, nachtgejat. Nou ja, goed. Ja. Zoals sommige mensen het ook zeggen... Als het niet door hen is, is het wel door mij. Nee, maar je kan beter zeggen van het is... Je kan beter iets slecht geproduceerd... goed gestolen dan... Juist. Volgens mij hoorde ik gewoon een Carpani. Nou, dat klopt helemaal, want de vocalen zijn Alberto precies. Carpani en de backing vocals. Alberto die dat heeft. Ja, en de backing, dat is Raffaele Fiume en ene Adi Leen. Maar heeft die Alberto dat ook nog Hi, I'm Albert Twan and I'm listening to Radio Stad Den Haag. Ja, gearrangeerd door Raffaele Fiume. Hey, don't be silly. Put the condom on your willy. Ja, want voordat je het weet zijn er twee en dat wil je niet. Ja, wil je niet hebben.
Nou, er zit nog een man, heeft zich ermee bemoeid. Ene Otto Bakiochi. Ja, die is net gearresteerd vorige week. Ja, hè? Ja. Met nog... Samen met Frank Masmeijer. Ja. Oh. Die waren bananendozen aan het leeftrekken. Ja, ja. Kijk, ik wou 1000 coke even via de haven verschepen, maar dat mag niet. Nee, maar wij zijn het terugparadijs van de wereld. Het mag alleen als je niet gepakt wordt. Dus, ja... En wat ook zo'n vuile, vieze klerenstreek is, hè? Van wie? Dan gaan ze kijken wie er in Polen een beetje nitraatjes hebben besteld. En dan komen ze bij jou de deur eruit schoppen om te kijken of je ze ook gehad hebt. Ja, ik zou zeggen gelijk afzetten. Ik zeg, ik weet niet wie dat doet, hoor, maar... ja, is jij weer zo'n... Als je harde klappen hoort in meerzicht... Ja. Ik geef er geen geld aan uit, jongens, maar... Nee? Jouw zoon wel, denk ik. Nee, ook niet. Ook niet. Wel, nee, man, als hij een tientje heeft, dan gaat hij vermelden. Als hij moet kiezen, 1000 euro aan vuurwerk of 1000 euro aan Hugo. Sherry. Ja. Aan Hugo zelfs? Hugo. Nee, joh, Sherry. Nee, ja, dat is als je hoog moet. Maar als je hoog nee, moet, niet hoog moet, maar Hugo. Blauwe Hugo, hè? Smurf Hugo. Smurf Hugo. Dat ligt nog in de koelkast. Lekker. Ik ga kijken of ik iets anders kan regelen voor de top 100. Oh. Ja, maar dan gaat hij heel anders drinken, hoor. Het is je kan hem niet peilen. Want trouwens... zo, het is geen auto, hij heeft geen olie. 12 uur switcht hij van eerst een bakkie, dan gaat hij een biertje, dan komt er een sherrytje, dan gaat hij op dit. En aan het eind van de avond wordt het wat steviger. Ja, ja, precies. Ja, ik drink wel eens wat, 2, 15 bier. En dan ga ik over op cognac, dan heb je minder last van. Kijk, dat bedoel ik. Ja, nou, als je dat zijn bij rubberen Robbie altijd. Verras me maar. Nee, maar het is kanai. Kanai? Oh, hou op over kanai. Nee. Ik moest van Velders altijd kanai gaan halen bij de benzinepomp. Nee. Ja, echt kanai. Nieuwe kanai. Oh, nieuwe kanai. Oh. Maakt me gek. Ja, dat ga jij lekker vinden, weet ik zeker. Ik denk dat het zoet. Als mijn scooter terug is voor zoet? Niet uit, dan ga ik dan maar aan mijn kou. Het is minder zoet. Minder zoet. Maar wel in smaken. Aha. Maar het is wel echt een goed gemaakt wijnproduct, zeg maar. Ah, nee, want ik zeg nou, het wel, als jij zegt, geloof ik je zo. Als ik op Velsen had gezegd, had ik op mijn hoofd geweest. Ja, nee, maar goed. Maar dat is de pest. Kanai heeft een bad name, zeg maar, vanuit het verleden. Kanai, dat is de wen voor mij. Ja. Zo zeiden ze dat vroeger. Ik zeg, als ik vroeger altijd mijn bandje in ging leveren op het Albanink Tuinplein voor de uitzending, dan kwam ik altijd bij Robbie thuis. Boven de bakkerij Velders. Ja, we kregen allemaal kanij, joh. Ja, en dus, de alcohol was op. Was daar op, was gewoon helemaal op. Toen zegt hij, kan je van Gielmans? Ga je van een keer benzinepomp even kanij halen? Hier begint iemand. Ja, je mot wat, hè? Je mot wat. Was kanij en Gellergeister. Maar het mooie was altijd als je daar... Gellergeister. Nou, als je nou ergens hoofdpijn van krijgt... Oh. Is het nou, Gellergeister ofwel Liebvrouw Milch tegenwoordig in die kartonnen pakken. Maar dan neem je weer een Elke-Seltzer. Maar goed. Dat is ook uit die tijd. Dat is ook nog steeds verkrijgbaar. Als je inderdaad gewoon te veel gezopen had... dan ging je even naar het toilet daar bij Velders. En dan, joh. En dan ging je daar... Dan rook je die bakkerij daar beneden. Die heerlijke broodlucht kwam naar boven. Via de houten vloer. En dan stond je daar te zeiken. Want je die broodlucht in je neus. En zo maakten ze zuur deze brood. Verse brood hadden ze daar. Ik heb wel zo'n keelpijn, jongens. Dat lekte zo uit het plafond. Je keelpijn? Ja. Mensen, ik zeg vast... Arrivederci. Arrivederci, ja. Nou, tot, succes. In het nieuwe jaar, denk ik, hè. Met Rhythm Kitchen. Want dan is het kerst. En dan andere dingen. Maar als je top 100 ben je er toch wel weer bij. Ja, dan kom je zeker even buurt. Ja, tuurlijk. En nou, veel plezier met je oude baas. Even aanstaande dinsdag. Collega's, niet collega's. Oh, niet je baas. Die komt niet? Zegt u? Komt die niet? Nee, het is gewoon de afdeling waar ik gewerkt heb. Oh, gewoon de afdeling. Leuk, je collega's. Ja, inderdaad. Leuk, man. Nou, tot gauw. Ja. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Nou ja, op z'n Frans, hè. Oké, ladies and gentlemen, we continue this show. Moet je mee? Still another hour. And no. I'm looking towards... Nee, we gaan nou eens een keer naar, gaan we naar die Giel in verband met Cies. Oké, met Cies. Oké. Maar wat heeft die Cies gedaan dan? Cies Nepal is een mixer. Oké. Okay. En je ziet hem ook wel op feestjes her en der. Ja. Het is een beetje donkere jongen met een bril. Ja, hij is ook weer de Wolleband een keer geweest. Ja. En hij maakt dus heel veel eigen producties. En ik heb hem laatst zelfs een beetje beledigd van... maak je dat zelf dan? Hij zegt, nou, ik maak daar echt heel veel. Dat jij dat nog niet wist. Ik zeg, sorry. Nee, dus of hij deze... Weten, of we deze wilden draaien. Tuurlijk, Cies. En het kwam daar zeker mee deur. En hoe was de titel ook weer? Ik heb het opgeschreven. Wacht maar, daar komt hij. Get the freedom.
over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar jou pakken ze bij je taart, hoor. Laten ze zelf eens een keer bezuinigen. Hè? Zo is dat. Laten ze zelf maar eens een keer bezuinigen. Juist. Waarom moeten wij altijd eerst bezuinigen, hè? Laten ze zelf eens een keer bezuinigen, hè? Iedereen moet bezuinigen, behalve hun niet. Nou, laten hun dan maar eens beginnen met bezuinigen. Die zitten op de luie krent in het Europese pleurisparlement. En die zeggen dan dat wij moeten bezuinigen. Nou, laten ze zelf maar eens een keer bezuinigen. Als je het goed doet, dan hoeven ze er geen dagen last van. Get the freedom. Ja, yeah, freedom. That you know that this is something totally new that he made himself. Maar waar is hij daar, waardoor is hij geïnspireerd geraakt? Dat weet ik niet. Daar heb ik het helemaal niet over gehad. Nee, zou hem niet even kunnen bellen dan? Ik heb geen telefoonnummer van hem. Ik weet niet of hij nog wakker is eigenlijk. Maar en goed, ik heb ook verder niet geïnformeerd, want het was allemaal onder werk. En dan is dan lullig allemaal dat jij dat weer niet hebt. Nee, ja, lullig. Ik heb ook maar zoveel tijd. Ja, dat begrijp ik. Dus, ik begrijp het voorkomen hoor, Batsje. Dus ja, zo. Maar we hebben hem lekker gedraaid. En straks nog iets van Jonathan. Ik vond het een heel leuk plaatje. Of ja, trackie of productie, hoe je het ook wil noemen. Je kon daar wel een leuk cabaret doorheen, Jens. Ja. Dus we konden net zo snel. Ja, we konden net zo snel niet. Weet je, altijd wat met je kerstpleuris, kerstmis. Nee, maar goed, dat was natuurlijk zo, omdat de chat schijnt heel erg bezig te zijn met alleen maar, tont en de bier. Ja, voor de buitenlanders die er nog in zitten, is dit totaal niet interessant. Nee, meneer de voorzitter. Maar we blijven wel een Haagse Hollandse zender, hoor, mensen. Dat moet je wel even rekening mee houden. Ja, maar je weet dat we tegenwoordig is het 50-50. We zijn in het wild het web, dat weet ik, maar je kan ook gaan luisteren naar ons in het World Wide Web. Dat kun je ook doen. Precies, nou, en daarom hebben we bijna de helft is van buitenlandse afkomst. Nou, ik wil er nog eens een kwart van Nederlanders bij hebben eigenlijk. Ja, nou, als ik daar eerlijk in mag zijn. Ik wil nog steeds nog meer top tientjes binnen zien komen. Goed. Dus mensen, we gaan je nog blijven inspireren de komende weken. En denk niet al te moeilijk, denk gewoon, ik begrijp ook wel dat je van alles, en die is ook gaaf, maar denk echt klassiek, wat hoort gewoon in zo'n top 100. Ja. En wat is gaaf, maar hoort er eigenlijk niet in thuis. Laat die dan lekker weg. Weet je wel, vraag die gewoon aan op een zondagavond. Zo doe je dat. So forget about all the side bits in the new gens or whatever. Choose the classic ones that really belong in the top 100. In a top 100. Ja, ja. And all the other ones we can play on Sunday evenings. So think rational, think classic, 83. Guys, it's the top 100 Italo of all times. And so high energy, even the new times. Ja, tuurlijk. And high energy. And from the States, of course, the Bobby Orlando and Lime. Where's the list of last year? Because I only have the last ones, but... Oh, die ga ik zo voor je pakken. Because there was one that was really new last year, which caught my eye. Oh, yeah. I got it already. On 74, we had new Italy Vibe, Better Than You. Yeah. In the Mirko Heers remix, Even Better. Yeah. Daar zullen er... That was one the year before. It was on 232, and it made it into the top 100. Italy Vibe, and Better Than You. I think I'm gonna play it. Ja, dat kan, man.
Yes, let's do that. Ja, maar wat hadden we nog meer? We hebben nog een paar verzoekjes liggen. Ja, precies. Boogie Man, Digital Game. Hoe? Ja, precies. Wil je die hebben? Nou, doe maar, want die zit ook al een tijdje te... Wij die ook, doe maar. En Dario requested this one. Nachtzuster. You're still listening to the request show, of course, on Sunday evenings. Every Sunday evening. Sinds jaar en dag zijn we voor jou hier bezig. Digital Game, dus I'm your boogeyman. Nou, dan zou je bijna denken, daar komt wat anders. I'm your boogeyman. Ja. That's what I am. Ja. Maar dat is hem dus niet. Shake, shake, shake. Ja. Het zit er wel in, hoor. But this is different. Ja, nou... Maar... Gratefully stolen. Great stolen, ja. Digital Game, dit, hè? 1983. Oké, okay, Dario. It's all yours. Ja, dat zogenaamde probleem van de buitenlanders, dat is in de eerste plaats een taalprobleem. Kijk, als middenstander moet je natuurlijk een beetje blijven nadenken. Want als ze er niet zouden zijn, dan zou mijn handel mooi in elkaar storten. We'll be right back.
Ik zie die benen. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja, het is heel funky, jazzy, Bobby, Sleazy, hoe heet ze ook alweer? Goed idee. Ja, vind ik wel fijn. Oh, Jazzy Bobby was het. Ja, thanks Dario, that's good, that's nice. En Ewald, hij zegt, hey guys, de top 100 stemmen stromen binnen. Told you so, mister. We hebben het net, we're just discussing Ewald, because he was rather sad that you didn't vote, but... All we need is one good Sunday evening to make him happy again. Yeah, yeah. And think about those classics. It is not that difficult. There is too much, I know, but there are only a few 100 that fit in one top 100. So forget about the so-so ones. Hoe zeg je dat, de 50-50? Ja, de heffa. Ja, shall I not? Nou, niet. Maar, hij wil Martina daarvoor horen. Venture in my heart, want hij zegt, die horen we te weinig. Dan hebben we nog van Gert. Also request Michael Ray, Just a Dream. En die Roos, die wil graag Marco Di Luna met Spacetime. Die doen we volgende week. Maar die zit er op cd. Maar dat doen we... Half tien. Oh, hier volgende week nu. Een Space Eentje volgende week. Precies. Steken we er even een hart onder. Ben je er volgende week? Ja, toch? Je weet het maar nooit. Nee, ik heb in mijn rooster gekeken. Nee, ik heb in het weekend weer afgrijzelijke vroege diensten. En dat doe ik, jongens, allemaal. Dat doe ik alleen voor jou. Jou, waar is mijn camera? Daar, voor jou doe ik dat. Want dan kan ik hier zijn. Helemaal kloten natuurlijk, ja, zo dat is het. Nee, maar hebben we er voor over? Het is voor de liefde voor jou. Ja, laat hem nou even aan het woord. Moet je er weer doorheen? Voor jou. Geef die man nou even zijn zendtijd. Ja, nee, maar ik ga gewoon even... Sandra was ook nog aangevraagd. En dan heb ik maandag, dat is dan wel weer fijn... heb ik, omdat ze eigenlijk niet wilde dat ik vroeg had... heb ik maandag weer een late dienst. Dus ik kan zondag weer blijven bij Giel. Nee, maar dan is het echt gezellig. Je hobby. Dan kan je je hobby doen. Ja. En dan is mijn scooter gemaakt... en dan kan ik gewoon op mijn scooter over het fietspad. Daar met Amaya op. Daar zijn geen controles. En dan oordoppen in met Amaya. Dan krijg je gewoon warm. Hey. Oh, heet zelfs. Gooi op. Ook lekker, hè? Ja, ook lekker, ja. Ik zeg, lekker. Zeg maar gewoon, het is net Peter Eigen, weet je wel? Ja. Zeg maar gewoon, jongen. Ken je dit, Peter? Ik ken tuurlijk. Het ook. Ken ik wel, hoor. Ken je die wel? Want dat is een wie schrijft. Say it. Ja, en van wie is het dan? Ja, ik moest het vanmiddag bij Mario ook al zo hard denken. De speed limit. Oké. Oh ja? Nou, de gewone limit dan. De limit, Het is natuurlijk een combinatie van... Oh, de limit. Amerikanen, tezamen met Nederlanders. Die hebben dat helemaal gemaakt met z'n tweeën toen in die tijd. Ja, dit is een request, maar die gozer heet gewoon Bart. Ja, goed. Laat hem eens even lekker zingen, die mensen. To roll.
één keer in mijn leven gezegd. Ik heb één keer in mijn leven gezegd... Ja, ik wil. Maar ja, het is één keer gebeurd. Maar daarna dus nooit meer. Nee, maar het is ook maar beter voor de rest van de society. Ja, inderdaad. Je moet wat selectiever zijn in de vragen waar je antwoord op geeft, Giel. Oh ja. Dan kan je cadeaus onderscheid? Nee. 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 Zult u voor elkaar zorgen? In moeilijke tijden? Nee. het ligt eraan. Nee, moeilijke tijden? Oh nee, dan ben ik weg. Nee. Nee, precies. Moeilijke tijden, slechte tijden? Oh, baba. Nee, oh, dat is voor anderen. Nee, er zijn hulpverleners voor het leven geroepen. Ik niet. En een RTL4-zender, ja. Vergeet TLC niet. Wie is je moeder? TLC, wie is je moeder? Ah, dat is echt... TLC. Oh, ja. TLC. Dat ontvang ik niet. Heel goed dat je dat niet weet. Ken, nee. Want dat zijn van die haatmomenten. Elke keer zap ik daar 2/10 van een seconde langs... en dan heb ik alweer... Dan sta ik helemaal verkrampt op de bank. Laat maar. En als ik niet snel genoeg ben, dan ben ik gehypnotiseerd door dat beeld. Ja, ik ga nog even reageren nog een keer op Condor. Want dat had ik al gezegd in de show, maar misschien is het je ontgaan. Ja. De hele link die je had gestuurd, Condor, die... Als ik hem dus invoer in mijn browser, dan krijg ik eigenlijk niet veel. Oh. Heb jij hem te pakken? Ja, mooi. Ik heb hem ook een stukje voorgeluisterd. Weet je wat, we klappen hem er gelijk even in. Geur maar. Kom maar op, hoor. Het is even een goede dingetje. Waar kwam... dingetje, open, dicht. Waar Condor mee kwam. Nou weet ik weer waarom ik die bas iets eruit had gehaald. Ja, ik zal even... Je moet er gewoon niks aan doen aan die bas. Ik zal het verhaaltje er even bij pakken. Het is dus niet... het is dus niet van die robots, want het is alleen maar iRobots present. En dan wordt het DJ, of Happen DJ, met de plaat Don't Waste Your Time. Ja, in de Italo Brutalo rework ook nog eens een keer. Precies. Dus, Rick? Nee. iRobots. Ja, maar die moet schrijven. Nee, geen iRobots. Oh. Happen DJ, Don't Waste Your Time. Oh, oké. Maar het is wel... Van iRobot. Die hebben deze plaat gepresenteerd. Dus die zullen ervoor gezorgd hebben dat het op YouTube staat of zoiets. Dat is weer misschien een hackersclubje. Nou, het is een of andere Italiaan ook, hè, die iRobot. Ik heb hem zelfs kunnen taggen. Misschien is het wel een DJ die vindt dat we dit moeten draaien. Ik weet het niet. Ondertussen luister al een tijdje. En ik vind het helemaal niet verkeerd. Het is wel weer anders. Dus we konden een aardige tip. Ja, en hij heeft het ook over de inhoudelijke tekst. Die spreekt boekdelen, volgens hem, over vele relaties. Nou... Daar hadden we het net over. Ja. Nou. Ja of nee? Beetje labionda loop je erin. Ik heb een relatie met mijn linker en mijn rechterhand. Ik zeg het heel eerlijk. Als je vreemd gaat, ga je links. Is dat links? Ja, dan moet je er eerst een kwartier op gaan zitten. Dan heb je er geen gevoel meer. Dat is helemaal gewoon. Dat heb je al vaker gezegd. Daarom. Ik doe het daar gewoon onder. Dus als je dus inderdaad met je linkerhand gaat zitten, dan als je links gaat vreemd. Want links ga je vreemd. Ja, want rechts is heel vertrouwd, hè? Ja, natuurlijk. In de politiek is dat natuurlijk heel anders. In de politiek. De politiek is er anders. Dan heb je Femke Halsema geneukt. Dus niet er zijn. Nou ja. Het is 10:30. So that you can come light.
via lijns, twee politie. Soms ben je een lulcondor, maar met dit soort dingen... Ja, zo zijn wij, dan ook. We zeggen het gewoon. Ja. Met dit soort dingen maak je weer een hoop goed, zeggen we dat. Want dit is wel echt een leuke verrassing. Ik kende het totaal niet. Nee, maar iRobots, dat ken ik wel ergens van. Ja, iRobots present, dat is gewoon... Nee, ik ken het van... Maakt niet uit. Uit Amsterdam te zien. Volgens mij is het in de war met robotisch system. Nee. Ben je dan niet meer in de war? Een iRobot, dat is van Will Smith. Dat is die film. I don't know. Komt wel. Maar dit was een... Maar hij is modern, maar hij is toch bijna herkenbaar. Er zit een Micro Mission-achtige... gave ding in. Dit is ook bekend. Zit hier een beetje doorheen. Ja, er zit van alles doorheen. Bam, bam. Bam, bam. Pavagina. Ik vond het lekker. Nou, ik ook. Zeker met je vagina. Maar we hebben nog steeds twee verzoekjes ook nog liggen. Maar dat moeten we even kijken hoe dat allemaal... Nou, twee. Dit is hetzelfde nummer, maar dan hop, naar beneden die schuif je. Hop. Okay. Plus 8. Oké, leg het maar uit. Waarom moet ik het uitleggen? Jij bent in ontvangst genomen, lieve schat. Nee. Jij bent iemand. Jij zegt, stuur het maar naar Gideon. Ja, dat is alles. Maar meer weet ik er niet van. Meer weet ik ook niet van. Maar ik weet ook niet. Jij weet in ieder geval een titel. Nou, ik weet een titel. Je kent The Ring van Savage Lover. Ja. Dat ken je vast wel, denk ik. Hele bekende plaat. Hele goede plaat. Nee, zijn geen Zweden. Zou je zo meteen... het origineel even laten horen, Menno Schut. Moet het? Maar dit is dan een beetje een soort van remake wat Joe Nathan Joosten natuurlijk allemaal doet. En daar moet je eens even naar gaan luisteren. Dit is Radio Stad Den Haag. En don't forget to vote. Your top 10 for the top 100. Dat is dus de originele uitvoering dit. Ja. Van wat Jonathan er net van heeft gebakken. Nou, zeg maar. Ja.
Maar ik hoorde ook Come On And Do It. Dus ik hoorde, hoe heet ze ook alweer? Ja, Christine Wiltshire. Ja, ja, als je in mijn gedachten hoorde ik die Come On And Do It. Nee, dit is gewoon Savage Lover. Dit is echt hartstikke gaaf. Maar ik was bang dat jij iets moderns bedoelde, maar... Nee, Jonathan Joosten. Nee, nu hoor je het origineel. Ja, nu hoor je het origineel, ja. Maar dat heeft hij dan... Blijf erbij, blijf wakker. Hij heeft die smaak dan toch wel te pakken. Vind ik wel leuk. Ja, hij heeft hem gewoon even een beetje vertrenched. Dus... Ik hoor een viool, hè, dat zijn ze. Wat hoor je, die violen? Ja. Ja. Dan gaan ze ook gillen, hè, in die plaat. Ja, dat zijn twee. En toen dacht ik... Ja. Ga je daar even, ja. Nee, maar je krijgt dat... Ja, die krijg je ook, ja. Dat krijg je ook in deze... Ja, dat vond ik ja. Ik zal weet ik ook dat ik de plaat moet... Nee, ja, dit ook. Ja, dit. Ja. Dit zit heel veel in mixen. En deze hoort ook gewoon in het verbonden. Nou, als ze dat doen, dan laat ik dit horen en dan spring ik in de tuin. Oh ja. Niet zo hoog, hè, dat durf ik wel. Geweldig, hè, dit. Maar goed, dan hebben we dat ook weer gehoord, dames en heren. Dankjewel, Jonathan. Radio Stad Den Haag. Dan. Ja, even Jonathan bedanken natuurlijk. Ja, Jonathan moet even bijdragen. Radio Krat Den Haag. Had er nog een gestuurd, maar die bewaren we nog even. Ja, en, die hebben we al een keer eerder gedraaid, volgens mij. Oh, oké. Okay. Dat was die Cable Raymond, Ride by the Moon. Die heeft natuurlijk een keer eerder gestuurd. En, ja, misschien is die verder af nu. Nee, maar Caparra hadden we natuurlijk vanavond al in het origineel. Ja, dan moet je niet meer in de gang blijven. Precies. Hè? Nee, moet je niet doen. Nou, dan gaan we nu verder, ik denk misschien met Ewald. Gaan we met Ewald verder? Niet. Echt maar? Oh, ja, nee, ik ga even naar Etoly Vibe. Oh, dan mag. Oh ja. Nummertje 74 in de lijst. De enige zeg maar New Gen productie die het maakte het afgelopen jaar. Vorig jaar, ja. Ik was daar heel blij mee. Dat Nea erin stond, dat was echt een verrassing. Dus, ja en dat er niet meer in terugkwam, dat vond ik ook weer niet zo erg. Nee, ik ook niet. Want die neemt gewoon een plek in van bijvoorbeeld zo'n Savage Lover. Van een gezinnige plaat. Ja, precies. Maar hij mag voor mij ook de plek van Passion wel hebben. Oh ja? Want die heb ik echt te vaak gehoord nu. Nee, daar gaat het niet om. Dat gaat er nog niet om. Nee, het gaat erom of het een echte klassieker is. Juist. Is nee, het gaat erom of dat jullie hem willen. Jij hem in de lijst wil hebben. Nee, maar hij hoort er wel in. Nee, maar... Dat begrijp ik. Maar dan moet net zoals zo'n Cable Ray, die hoort er ook in. Zullen wij dan ook de top 4000 gaan doen? En die komt nou ook bestot uit. Zullen we alle platen die zijn aangevraagd in volgorde van belangrijkheid op een lijst zetten? En dan wat is belangrijk, joh? Lekker belangrijk. Wat is lekker belangrijk? Als er één keer op gestemd is, is het minst belangrijk. Eén keer op nummer 10 is de minst belangrijke plaat. Nou, ik bijvoorbeeld stem niet ieder jaar op Passion. Ik vind het wel heel erg vervelend, maar Quimici heeft nog niemand opgestemd. Nee, maar ja. Maar dat hebben we gehad. Dat is ook geen klasse. Die hebben helemaal gehad, die Queen. Hij heeft in de top 10 gestaan, hè? Ja, ongelooflijk. Hij was in de top 10. Nummer 4 is het, geloof ik, geweest. Ja, kijk, bij mij gaat er op zeker een Charlie Spacer Woman inkomen. Max Coffery. Misschien wel Panorama War in Love. Want dat vind ik echt heel goed. En dan sla ik bijvoorbeeld dit jaar... Nou, dat vind ik Passion sla ik eens over. En die doe ik dan weer volgend Panorama jaar. Panorama gesproken met War in Love. Je hebt The Key of Your Life. Dat is ook een waanzinnige plaat. Ja, maar het is ook moeilijk. Maar ik doe dus ieder jaar... Misschien is dat een tip. Ja. Ieder jaar maak ik een ander lijstje. Oh. Dus, want ik heb er ook te veel. Dus het ene jaar doe ik dit en het andere jaar doe ik dat. Ja, tuurlijk. Nou, en dan kom je toch aan je gerief, zeg maar zelf. Ja. Nou, weet je wat ik doe? Lekker man, hé. Heerlijk. Ik zelf kijk altijd naar mijn lijst van vorig jaar. Want dat zijn dan altijd triggers. Er zijn er altijd 3 of 4 die het dan redden in mijn nieuwe lijst. Maar dan denk ik, oh ja, die heeft ook nog zo'n gaaf nummer gemaakt. En dan doe ik van dezelfde groep een ander nummer. Of het doet me ergens aan denken. En dan denk ik, hop, en dan is het wel nieuw. Ja, en Creatures ga ik ook dit jaar niet doen. Nee, maar die doe ik elk jaar niet. Nee, maar ik maar ben bijvoorbeeld ik, wel. Dat ben ik. Ja, nou, zo doe ik maar dat. Maar als je naar al die lijsten om je heen kijkt. Kijk even naar die NPO Radio 2. Die hebben dan die top 2000. Nou, wie weet nu dat het Queen al op nummer 1 staat. Op nummer 2 Hotel California. Ja, en op nummer 3 en de Piano Man. En de Piano Man. Nee, Let's Happen niet. Stairway to Heaven. Nee, nee. Toch? Nummer 3 staat Piano Man van Billy Joel. Nou, dan is de Stairway to Heaven nummer 4 of zo. Maar in ieder geval, de volgorde is dan misschien iets anders. Maar de platen blijven altijd hetzelfde. Ja, joh, en dat, en dat zal inderdaad ook altijd zijn met onze top 100 of all time. Het heet niet voor niets, of all time. Dat alles wat blijft gewoon hetzelfde. Het blijft echt hetzelfde. Maar zit alleen een kleine kenteling in. Nou, zeker in de onderste regio. Ja, daar stroomt het al. Maar bovenin, die lijsten van de Radio 10, die top 4000. Ik vind ook eigenlijk alleen... De onderste 2000 platen vind ik echt gaaf. Want daar zitten de verrassende nummers in. Ja. Als je hoort hoeveel lekkere klassieke disco daar langs dit. Kwam. Laten we even eerlijk zijn, Menno. Je kan natuurlijk met 4000 platen veel meer doen dan met 2000. En met 100 nog veel minder. Nee, maar die 2000 die zijn er altijd. Ja, maar die andere 2000 die wisselen dus inderdaad. Nee, maar het gaat dus om die 4000 platen. Daar ging het eigenlijk niet om. En wat iedereen zo moeilijk vindt is om er maar 10 in te...
bij iedere lijst waar je ook voor moet stemmen, zijn er altijd maar 10. Dus het zal altijd, of je nou de Italo-lijst hebt, Gehoopt is een ander woord, maar ik had eigenlijk een beetje gedacht. Ik denk nou misschien dat juist die Italo Connection of dat soort muziek, hè, van Modello Aparici, wat ook heel veel op die Italo zien uitkomt. Metropoli, noem het maar even allemaal op, dat die misschien in de lijst gaan komen. Nou, dat is het betere nieuwe werk. Weet je, Odessa stond er natuurlijk vorig jaar in. Ja. Metropolis stond er. Maar zal die er dit jaar in komen? Denk het misschien niet. Geen idee. Dat zijn van die one-hit wonders dan, hè, op dat moment. Precies. Wat ik nog even wilde zeggen. Michael Halve, onze sympathieke DJ-mixer, die we natuurlijk vorige week vrijdag volgens mij, en anders dan komt hij er weer bijna aan, want we hebben weer een nieuwe Mezza-mix. Ja, we hebben van alles, ja. Die heeft zijn, laten we Italo in de top 1, 2, 3, 4.000 krijgen, weer nieuw leven ingeblazen. Hij gaat nu zijn pijlen richten op de top 4.000, want dan heb je meer kans. Maar je kan ergens meer op richten, dan wordt alles gesloten. Hij heeft hij al gezegd. Ja. Maar, hij zegt, laten we er op tijd bij zijn. Nieuw leven in het Facebookgroepje geblazen. En ja, maar ik begrijp die plaat niet. Welke video met somebody. Nee, als je voor de top 4000 gaat van 10, dan kan je daar zo een Italo in knallen. Ja. Want die draaien ze ook. Nou, dus waarom dat die, waar het hem om te doen was. Wat was het voorstel juist dan? Om bij het NPO-geweld, om daar deze plaat. Ja, maar bij de top 4000 van 10 gaat het Maar er was ook nog een hele discussie om het feit van waarom kies je dan in één keer. Is de plaat al gekozen dan? Dat wist ik nog even uitpraten, man. Waarom kies je dan in één keer voor video met somebody? En dan kan ik ook begrijpen, je moet maar één plaat nemen. Want er was iemand die schreef in Facebook van, ja, maar Michael, ik kan toch ook een andere plaat pakken? Ja, maar dan heeft het geen zin, want dan ben je daar weer te weinig in. Dus je moet met z'n allen dan één Italo pakken. En dat kan dan video met somebody zijn, maar het kan ook een andere plaat zijn. Wat dacht je van, als je die mensen mee wil krijgen, pak dan godverdorie gewoon de nummer 1 van de top 100. Ja. Hè? Dan weet je zeker dat je iedereen die stemt, de meeste mensen heb je mee. Ja. Dus als je een Italo gaat kiezen, moet je maar die nemen. Maar ik denk dat hij ook een beetje anders denkt. Kijk, ik denk met video met somebody is een wat bekendere plaat ook bij Radio 2 in de wereld geweest. Want George Erwin heeft toen ook opgetreden bij Tieneke zelfs, waar al die koffiedrinkers zitten in die videoclip. Het is ook een top 40 hitje geweest. Ja, en bij Cabarre is dat niet het geval. Dan had je Ricarda of Baltimora moeten pakken. Ja. Of Sabrina. Sabrina of Ryan Paris. Natuurlijk. Dolce Vida, ja. Ja. Maar goed, we gaan door, dames en heren. Ja. Yes, and great that you're still hanging on. There's still 21 chatters. And, I hope not on a rope. Some viewers. Fabrice entered the chat a while ago. And some left, some entered. So and great to see you. And some entered. Yeah. And some left. And next, some entered. And some next week, other requests that we didn't play this evening. You are listening to last year's number 74, Italy Vibe, Better Than You. And this is the Mirko Hirsch remix.
stuk. Lekker Russisch geweld. Ik vind ja, die, maar ik vind dit is die, nog redelijk te doen inderdaad. Hier zit de Georgian Marauder, de Chase zit er een beetje in verwerkt. Ik zie nog net niet de Kozakken Boys voorbij komen. Nee, maar ik zeg net de Chase van Georgian Marauder zit erin verwerkt. Ja, dat zei je. Ik dacht dat het... maar niemand reageert erop. Dame Bez was hoeft niet op alles. Van hoeft niet altijd, Heaven ook. For Two, maar dat is toch een andere Russische dame. Waar het hem dus om ging is inderdaad, vorig jaar stond deze dus. Op nummer 74. Kan hoger, denk ik. Ja, ja nou, deze kijk kan maar wel, denkt Gwen dan. Deze kan wel, deze mag van Gwen. Heeft gewoon heeft het Bats stamp of approval. Dat dan ook weer niet, want als ik weer zo'n stapel zie liggen die ik er even uit de kast heb getrokken met Catch the Fox, Dan Harrow. Ja, ik zag Dan Harrow's in de en Mr. Flaggio. Weet je wel, Mr. Flaggio en Yo Yellow. Ja, die horen en 1-2-3 Runaway. Die horen dat toch gewoon. Silent Smiles van de Ram Band heeft het gewoon niet gehaald. Nee, I See Love Affair, Kes Nevada draaien we vaak. Heeft het niet gered, 144. Ook niet gered. Nee, ik zie hier Rose, beetje Carillon. Ook zo'n lekker nummertje, 176. Ja, maar ja, er is zoveel, hè? Ladies and gentlemen. Ja. For foreign viewers, who doesn't understand anything we are saying. No. We have this for you. www.radiostartdenhaag.com Radio Start presents... The last Sunday of the year. The 30th of December. Live on the internet. The 14th edition of the Radio Start Den Haag. Top 100 of all time. Help us to make it the best chart ever. Send in your 10 all-time favorite Italo and high-energy dance tracks from the 80s till now. Go to our website, click the link and fill in the form. Italo Disco and High Energy from the 80s. Are you ready? The best chart ever. The Radio Stop Den Haag Top 100. Vote now. Sunday, the 30th of December. Live on your favorite radio station. Live. Kickoff is at 12 noon CET till late at night. Radio Stop Den Haag, where it all started. Yeah!
Tanisha had double fun. Oh, lekker. Ja. Because, ze kon eerst klaarkomen en daarna was het, je weet wel, replay. Because both tracks were played tonight for Tanisha. X-ray, replay, and the other one. We started off with Get Ready. Ja, precies. And then I said, hey? Yeah. It sounds really different. Precies. Oh yeah, it's the wrong track. So, and then you got, as a bonus, replay. And I have to tell you that Stefan, who's listening from Miami Beach, and we're so happy with that, all the long, the far, far away from home, from our home listeners, are still there. And he says, can you play American Fade? Love you all and happy holidays. Well, dear Stefan, if you don't mind, we will play that for you, especially next Sunday. And Michael also, Ray. Michael Ray, was requested Adventure in My Heart? Yeah. By Gert. We will do that next week. Andy Roos. Sandra. Marco Di Luna next week. Sandra by Elroy also next week. Yeah. And dan had ik nog Crockett's theme. In een of andere FPV. Daar gaan we over denken. Ja. Daar gaan we zeker over denken. En wat zeker had ik allemaal meer? Nou. I'm Alive, Sandra, Crocus Dick. Nou. That's all for next week. Yeah. But I think we had enough. Oké. Okay. Ach nee, wacht maar even. Nee, laat hem gaan. Nee. Waarom nou? Ja, nee, ik wou nog even. Nou ja, laat maar. Nee, laat maar. Ik had zo'n ik denk, ik doe even een jingletje ervoor en denk, nou... Ach, dat hoeft niet. Ze weten dat ze bij Radio Stad zitten. Nou, dat niet meer. Imagine all around horizon fading out, creating not a sound, a slowly melting in the dark, venturing in my heart. We'll be right back.
gitaar er ook even bij. Hoor, Adventure in My Heart hier op je stad Sunday Night Live. What a choice is this for the top 100. This presented this to be in the top 100. And of course it will be. Voor de mensen die nog steeds afvragen. Hi, I'm Fred Ventura. And where is Marcello? Nou, een beetje is het niet. He's in the house, ja. And the CD that I showed you, and if you're just listening, you cannot see it. But it's the Eventi compilation number 5 CD that you can get right now on eventirecords.com for €25, double CD. But you can also win it. You know, you might win it. You can win if you want. Yes, you can win, you can also lose. If you send in your top 10 for the top 100, this is one of the many, many great prizes that we give away as a thanks if you submit your top 10. If you cannot wait, as you shouldn't, you just go into eventi.com, eventirecords.com, and then you go and buy it. Yeah. And still play for the heck of it and fill in your list. Hey, nou, je moet maar even luisteren wat dat is, Rogier, anders doen we nog een keer opnieuw. Ja, precies. Zo is het, Robby. And one track that jumps out is it's kind of like a bonus track, although it's not called a bonus track, but the Amaze record for Blanco y Negro is on this compilation. Yeah. So that's Eddie Miami, especially for Sergi. And that's one thing you cannot buy in the store at eventirecords.com. So here it is again. Okay, yes. Ladies and gentlemen. Go out and buy it. And if you win it, you have a gift for somebody else. You can win if you want. I hope we, gave you lots of inspirations to fill in the forms. And tomorrow, live show. Tuesday, a live show. And then the whole weekend is... Wednesday, live Vitalo Hour. Ja, Wednesday, maar Thursday hebben we dan weer een ding. Hell's Kitchen is aanstaande, ja. Ja, nee, donderdag hebben we dan donderdag, weer een... Thursday. Nee. Een Ian. En Ian, die is afgelopen donderdag toch geweest? Ja, ik ben helemaal de weg kwijt. Je bent de kluts kwijt. Met tijd. Het gaat niet goed met je kwijt. Wil je erover praten? Nee. Ik heb hier een mooie bank even op liggen. Nee, we gaan aan de bar zitten. Ik wil meer rhythm in mijn leven. Ik wil meer rhythm in mijn leven. Je wil meer rhythm in je leven. Ja, ik wil rhythm import terug. Oh, die heb ik ook nog mee gemolden. Ben ik niet kwijt. Was even vrijdagavond gezellig, hoor, met rhythm import. Maar goed, dit is er. Oké, so I say toodaloo en... Until next week, Den Butt. Yes. Den Butt. And you know, all the downloads will be ready thanks to all the volunteers who do that just for you. And you know, on YouTube, Mixcloud and on our website. If we play illegal records, Marcello will give us the wind from the front. Wind from the front. En also en de mix of... winden laten, die man, jongen. Nee, dat willen we allemaal niet weten. Grapje. So, next week, we already have 4 records. So, keep them coming. Yeah. We'll be playing them. We had fun tonight. Yes. Yeah. Toodaloo. Mr. Flaggio is also for next week. Uh-huh. Yeah. Marcello came in with some Flashback records. So, they'll be played tomorrow. And otherwise, the things he won't play will be in the show next week. Okay. And that concludes, except for our mystery record. Michiel chose our final one. And that's what we're going to start in. And I say ciao, ciao. Until next week. Ik zal hem even uitleggen, want ik zag Lex van Koeverde in zijn studio. Zat hij hier een beetje te remasteren, een plaat. Ik weet het al. Je weet het al. Tuurlijk, het komt op haar fashion label uit. Of het een hit gaat worden, weer, dat weten we natuurlijk niet. Dat moet je maar weer even afwachten. Maar hier is voor jou nog even Fiona Wills. And if you could read my mind in de Disconnect uitvoering. Radio Stad Den Haag.
www.radiostartdenhaag.com. Radio Start presents the last Sunday of the year, the 30th of December, live on the internet, the 14th edition of the Radio Start Den Haag Top 100 of all time. Help us to make it the best chart ever. Send in your 10 all-time favorite Italo and high-energy dance tracks from the 80s till now. Go to our website, click the link, and fill in the form. Italo Disco and high energy from the 80s. Are you ready? The best chart ever. The Radio Stop Den Haag Top 100. Vote now. Sunday, the 30th of December. Live on your favorite radio station. Live. Kickoff is at 12 noon CET till late at night. Radio Stop Den Haag, where it all started. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old-school dance hits. Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostartdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Start Den Haag, every Sunday, live on the internet. I wanna dance. Ooh. Ooh. That was the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Well, there are parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. It's wonderful. Oh, bravo. More.